Onze commissie onderzoekt daarom wat er is gebeurd, hoe dat heeft kunnen gebeuren en wie daarvoor verantwoordelijk zijn. Vandaag concentreren we ons op de casus Rochdale. Dat is één in een serie van 5 naast Vestia die wij in de openbare verhoren de revue laten passeren. En ook bij Rochdale richten we ons op de vragen van wat is er nou precies gebeurd, hoe kon dat daar gebeuren en wie is verantwoordelijk. U wordt zelf in dit verband gehoord als getuige. En dit verhoor vindt plaats onder ede. U heeft ervoor gekozen om de belofte af te leggen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. Ik verzoek u te gaan staan. Zegt u mij na? Dat beloof ik. Dat beloof ik. Dan staat u nu onder ede, meneer Mullenkamp. Neemt u plaats. Ik verzoek u tijdens het verhoor de microfoon aan te laten staan. En we hebben verschillende commissieleden die vragen aan u hebben. En we gaan gewoon beginnen, meneer Mullenkamp. Het woord is aan mijn collega, de heer Oskam. Ja, goedemorgen, meneer Mullenkamp. Goed dat u er bent. Even ter introductie. U bent 19 jaar directeur geweest van Rochdale in Amsterdam, woningcorporatie, en de rechtsvoorganger. Dat dienstverband is geëindigd in een ontslag. En Rochdale die was vooral bekend als de corporatie die het heel goed deed in de Bijlmer. De stedelijke vernieuwing van een moeilijke wijk, dat is vooral ook op konto van Rochdale te schrijven. Toen ik hier vanochtend naartoe reed, hoorde ik op de radio een aankondiging dat u gehoord zou worden. En toen werd u vooral herinnerd als de corporatiedirecteur die zich in een Maserati van de zaak liet rondrijden. En verder is het commissie bekend dat er een tweetal rechtszaken tegen u lopen. Eén van het Openbaar Ministerie, een strafzaak ter zake van vermeende fraude en zelfverrijking. En verder is de commissie bekend dat Rochdale een claim heeft neergelegd van 6 miljoen. Nou, daar gaan we het over hebben. We willen ook weten hoe het allemaal zo heeft kunnen gebeuren, wat er nou precies is gebeurd. We hebben heel veel vragen, hele concrete vragen. En ik wil u ook vragen om daar ook kort en zakelijk op te antwoorden en u aan de vragen te houden. En niet al te veel uit te wijden. Ik wilde eigenlijk beginnen met de kapellenmakelaars, want dat was een nevenactiviteit van Rochdale. En er is eigenlijk een hele lange discussie geweest tussen het ministerie van Vrom en Wonen en Rochdale over het aanhouden van die makelaardij door Rochdale. En het ministerie heeft gezegd van ja, het mag niet. Het is geen toegestaande nevenactiviteit. Er zijn ook uitspraken van rechters in Limburg die hebben gezegd, nou, dat mag allemaal niet. Het ging niet over Rochdale, maar dat ging wel over woningcorporaties. Omdat het niet samenhangt met de volkshuisvestelijke kernactiviteit van de corporatie. Nou, het ministerie die is daar heel lang mee bezig geweest. Die hebben het misschien zelf ook wel wat laten versloffen. Maar in november 2002 en in april 2006 en in december 2006 krijgt u allerlei brieven van het ministerie om te zeggen stop met kapellenmakelaars. Wat vond u van die verzoeken van het ministerie? Nou, volgens mij zijn die verzoeken ook gehonoreerd. Oorspronkelijk is het natuurlijk kapellen opgericht met goedkeuring van de overheid in 2002 of 2001. Ja. Op enig moment hebben wij het verzoek gekregen om ermee te stoppen. Er zijn brieven over geweest van de minister naar de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Ja. Er zijn gesprekken over geweest. Ja. En we hebben daar een bepaalde periode voor gevraagd om het weer af te handelen, om het stop te gaan zetten. Omdat er waren natuurlijk huurcontracten, er waren overeenkomsten met derden. En uiteindelijk is dat geëffectueerd. En ging het ministerie daarmee akkoord dat u meer tijd nam? Zover ik weet is het ministerie daarmee akkoord gegaan. Want wie voerde die gesprekken met het ministerie? U noemde de voorzitter van... De voorzitter van de Raad van Commissarissen. Ja, dat is meneer Van Kuilenburg. Meneer Van Kuilenburg. Ja. En waarom voerde u die gesprekken niet zelf? Want u was de bestuurder. De brieven waren gericht aan de Raad van Commissarissen. Ja. En de heer Van Kuilenburg heeft tegen u gezegd van... we zijn in gesprek met het ministerie. Kunnen we even doorgaan? Nou, niet even doorgaan. Dat we de weg moesten inslaan om ermee te gaan stoppen. Ja. En toen hebben we een plan ervoor gemaakt welke activiteiten wij in gang moesten zetten om het project stop te zetten. Maar dat heeft jaren geduurd. Ik geloof dat het 2 jaar geduurd heeft, ja. Nou ja, als ik kijk naar de brieven, alleen al naar de brieven van 2002 en 2006, daar zit al ruim 4 jaar tussen, maar daarna heeft het nog langer geduurd. Nou, er hebben gesprekken plaatsgevonden en op een moment is de kelling met de Raad van Commissarissen en ik dacht het ministerie van Vrom besloten, we moeten er nu echt mee stoppen. En toen hebben we de procedure in gang gezet om de contracten op te zeggen, de huisvesting op te zeggen. En de aandelen van de hand te doen, want ik dacht dat het om 20% van de aandelen ging van Capella. Ja, en om welk bedrag gaat het dan?
Ik denk dat u praat over 300.000-400.000 euro. Ja, want Rochdale had wel ook leningen gegeven aan kapellenmakelaars. Of niet? Daar staat me niets van bij, leningen. Dat is wel zo dat men het kantoorpand huurde van Rochdale. Ja. Maar of er leningen gegeven worden, daar staat me niets van bij. Nee. Maar moet u toch de commissies uitleggen waarom nou... Ik snap wel dat de huurcontracten beëindigd moeten worden, maar... Dat is toch geen reden om gewoon te zeggen van ja, we stoppen ermee. We beëindigen de huurcontracten. We kopen dat af of we wikkelen dat netjes af. Maar we houden ons wel aan de afspraak dat deze nevenactiviteit niet geoorloofd is. Nou, wij vonden ook dat we het op een nette manier hadden afgehandeld. Er waren natuurlijk ook heel veel mensen werkzaam. Ook mensen gedetacheerd vanuit Rochdale waren daar werkzaam. Mm-hmm. En we hebben dat binnen een bepaalde procedure, ik geloof van 1,5 jaar, hebben we dat, die activiteit stopgezet. Ja. De indruk bij de commissie bestaat een beetje dat u het gezeur vond. Dat u dacht van nou, de groeten... Ik ga gewoon door. Nee hoor, totaal niet. Okay. Wat vond u eigenlijk van die verzoeken van het ministerie? Was u het daarmee eens? Vond u het wel terecht dat ze dat zo stelden? Of zakelijk gezien vond u het... Nou, ik vond dat het ministerie daar niet consequent in was. Want een aantal corporaties in Nederland hadden hetzelfde model en ook de makelaarskantoren. Ja. Maar ik geloof dat die er ook allemaal mee zijn gestopt, maar dat weet ik ook niet precies. Nee. Want werd Capelle nou wel eens ingezet voor eigen taxaties? Capelle werd ingezet voor eigen taxaties, maar nooit voor de definitieve taxatie. Er moest dus altijd een externe derde bij komen. Okay. En wat was dan de reden dat Capelle werd ingezet voor eigen taxaties? Nou, met name om toch te toetsen of de taxatie van derde een beetje conform het plan was wat we dachten. Er werden natuurlijk ook huizen verkocht via Rochdale. Dat werd de taxaties door Capelle gedaan. Ja. En moet ik het dan zien als een second opinion? Was het vooraf? Nee, Capelle was een second opinion en de definitieve taxatie was van derde. Want die was maatgevend. Nou ja, uiteindelijk, want u zegt, we hebben het ons daar wel aan gehouden, we hebben afgebouwd en we hebben het beëindigd. Weet u precies wanneer het beëindigd is? Want het is wel een beetje een dik dossier binnen Rochdale. Ik zou het niet weten. Ik denk 2006, 2007. De brieven van Vrom staan me voor de geest vanaf 2005. Ja. Op een gegeven moment was het ministerie zat. En toen hebben ze een aanwijzing gegeven, formele aanwijzing. Weet u dat? Ik heb nog nooit iets van een aanwijzing gezien van Vrom. Geen aanwijzing gehad? Nog nooit gezien. Okay. Kunt u nou eens aan de commissie uitleggen wat nou het nut was om Rochdale erbij te hebben? U heeft gezegd van, nou ja, we deden die taxaties om te verifiëren of anderen wel met de juiste bedragen kwamen. Nou. Zaten er nou nog andere redenen achter om met Capelle in zee te gaan? Nee, op een moment mochten de corporaties woningen gaan verkopen aan de zittende huurders. En in eerste instantie hadden we binnen Rochdale een eigen verkoopteam van makelaars in dienst. Ja. En uiteindelijk hebben we gezegd, nou, we hebben daar toch niet alle professionele mensen voor aanwezig. En toen zijn we met een heel klein bureau in zee gegaan. Wat levert dat nou op om dat op die manier te doen? Op dat moment vonden wij dat wij anders met de begeleiding van de huurders omgingen als dat derden het zouden doen, dus externe makelaarskantoren. Dat is ook het verzoek geweest en de opzet geweest toen wij het zijn gaan bespreken met Vrom. Het heette toen een doelgroepenmakelaar. Ja. En toen kregen wij het verwijt van Vrom, een doelgroepenmakelaar mag niet alleen maar voor corporaties werken, maar moet ook voor derden werken. En toen zijn we die taxaties erbij gaan doen. Ja. Want het gevaar bestaat natuurlijk dat het niet onafhankelijk is, dat je toch, nou ja... iets van belangenverstrengeling krijgt. Ja, maar daarvoor ook die externe taxatie. Okay. De externe taxatie was maatgevend. Ja. Nou, was u actief hè, met het aankopen van complexen om dat te verbouwen en uiteindelijk weer voor de huurdersmarkt geschikt te maken. En ik noem nou even twee, Geldershoofd en Hoge Vecht. En wie heeft daar de taxatie gedaan? Ik denk derde. Derde. En de procedure van Vrom, hè? Want er lagen natuurlijk uitgebreide procedures als er een complex werd verkocht, welke handelswijze je moest doen. Hè? Dus als een complex naar derde ging, dan moest het eerst aan je collega-corporaties worden aangeboden. En op het moment dat die daar niets in zagen, dan mocht je de markt op gaan en er waren van Vrom strikte regels voor. Je moest van de marktprijs, externe taxatie, mocht je nooit lager dan 80% van de waarde vragen aan een project. Nee, dat weten we. Ja, klopt. U zegt door derden. Ja.
Hadden jullie een soort huismakelaar die taxatie deed? Nee, er was een... Hoe ging die toewijzing dan? Er was een... Ik weet niet, ik ging zelf niet over de toewijzing, maar ik weet dat er was een team van makelaarskantoren waar we nauw mee samenwerkten in Amsterdam. Want u had een aantal van die regiodirecteuren. Wie ging daar dan over? Ging dat... De regiodirecteur. In dit geval regiodirecteur Zuidoost. In overleg overigens met de gemeente natuurlijk en de stadsraad. Goed. Nou, u zegt, ik denk derde. En denk is altijd goed, maar ook gevaarlijk in interviews. Weet u het zeker dat andere makelaars dat hebben gedaan? Het moet andere makelaars zijn geweest, want anders krijg je de goedkeuring van Vromp niet. Nee. Heeft Capelle nog een second opinion gedaan in deze zaak? Zal ook ongetwijfeld aan de orde zijn geweest. Nou, in 2005 dan bent u van plan om een deel van het belang in de makelaar te verkopen. U heeft het net ook al een beetje gezegd dat dat de lijn was. Maar daarentegen wilde u 20% behouden. En omdat die zaak in Limburg bij de rechtbank het aanhouden van de makelaardij verbiedt, het ministerie dreigt met een aanwijzing, vraagt u aan de Raad van Commissaris van hoe het nu verder moet. Meneer Rood, die speelt daar een rol in. Kan u dat nog herinneren? Volgens mij was het makelaarskantoor toen wij nog 20% hadden, dacht ik dat de andere 80% een onderdeel was van de Rabobank. Maar dat dacht u, maar weet u het zeker? We zijn vooral op zoek naar de feiten. Dus we hebben de makelaars, als wij nog over de laatste 20% praten, waar u het over heeft, dan moet het restant eigendom zijn geweest van de Rabobank. En welk, zeg maar, deel had Rochdale dan nog in Capelle? Nog 20% van de aandelen. Ja, 20%. Oké. Okay. En over wat voor bedrag praten we dan? Ja, ik denk dat u nog steeds praat over iets van 300.000 of 400.000 gulden. Euro. Nou, meneer Rood, ik noemde hem net al, die zit op een gegeven moment in een vergadering van de Raad van Commissarissen. U bent daarbij. En dan vraagt hij aan u, heeft Rochdale een aanwijzing van de minister gehad, omdat we nog steeds Capelle aanhouden? En wat heeft u toen aan meneer Rood verteld? Ik denk dat ik hetzelfde antwoord heb gegeven dat ik u net ook heb gegeven. Ik heb daar geen aanwijzing. Ik wil u, meneer Mullenkamp, even voor de vorm. U zegt iedere keer, ik denk. Ik wil gewoon ja of nee. Of... Ik heb nooit een aanwijzing gezien. Oké. Okay. En als meneer Rood dan tegen u zegt, is er een aanwijzing? Dan zegt u, ik heb nooit een aanwijzing gezien. Want de aanwijzing zal dan altijd gestuurd worden aan de Raad van Commissarissen. Nood aan het college, nood aan het bestuur. Nou, in diezelfde vergadering is dat nog weer meer uitgediept, zeg maar. En toen is aan u gevraagd, is het aanhouden van een minderheidsbelang, die 20%, is dat nou toegestaan? En wat wij uit een stuk hebben gelezen is dat u zegt van ja, de minderheidsbelang, dat mag wel. Terwijl in de regelgeving van het ministerie, wij noemen dat dan MG 2001-26, dat is een hele bekende regelgeving binnen het ministerie en binnen de corporatiewereld, dat er geen sprake mag zijn van financiële, bestuurlijke of juridische banden. Niet 20%, niet 1%, gewoon 0%. En de vraag is, hoe kan nou dat u tegen die Raad van Commissarissen zegt dat dat wel is toegestaan? Heeft u dat gezegd? Als dat zo is vastgelegd, zal ik dat gezegd hebben. Maar er is een naspraak en navraag geweest met het ministerie van Vrom. Ik kan niet 20% aanhouden als de overheid daar niet mee akkoord gaat. Nee. Ik kan niet tegen de Raad van Commissarissen zeggen, wij mogen die 20% niet aanhouden, maar ik stel voor om het wel aan te houden. Dat is onmogelijk. Maar als in uw hoofd zit dat het wel is toegestaan, dan zegt u dat ook tegen de Raad van Commissarissen? Maar dan heb ik dat gecontroleerd. Ja. Dan is er over navraag geweest. Maar bij wie heeft u het gecontroleerd? Dat moet bij de inspectie zijn geweest, of het Centraal Fonds. Maar bij wie dan? Noemt u maar gewoon namen. Nou ja, dat zal er of bij Jan van der Molen zijn geweest of in de inspectie Noord-Holland. Maar daar weet ik op dit moment geen namen van. Nee. Want als we dat zo eens allemaal bekijken wat we nu onderzocht hebben, dan lijkt het een beetje dat u het ministerie aan het lijntje houdt. Dat u denkt van ja, de groeten. En ik doe toch gewoon waar ik zelf zin in heb. Maar ook, als we kijken naar die verslagen van de Raad van Commissarissen, dan lijkt het erop dat u de Raad van Commissarissen gewoon willens en wetens verkeerd inlicht. Tenzij u echt in de veronderstelling verkeert dat het allemaal is toegestaan. Maar ik kan me niet voorstellen dat iemand van het ministerie die richtlijnen, nou ja, zo'n beetje als ze dagelijkse gereedschap heeft, gaat zeggen van nou, doe maar wel.
Dat kan me gewoon niet voorstellen. Nou, wij kregen ieder jaar een Vrombrief van Vrom. Met activiteiten die we moesten doen. En ja. Er staat me niets bij dat in de Vrombrief gestaan heeft. U moet nu echt... Op een moment moesten we gaan stoppen met activiteiten. Maar als wij te lang hadden doorgelopen, ja, had er geheid weer een brief gegaan naar de Raad van Commissarissen. En had de Raad daar met mij over gesproken. Ja. En wat vond Van Kuilenborg er nou van die nevenactiviteit? Was die het er mee eens? Ik kan natuurlijk geen activiteit opzetten waar de Raad van Commissarissen niet mee akkoord gaat. Nee. Ja, want u memoreerde dat al even. Hij heeft natuurlijk ook een gesprek plaatsgevonden. Dat gebeurt niet heel snel, maar minister Dekker die heeft met Van Kuilenborg gesproken. En die heeft toch in niet mis te verstaande bewoordingen gegeven dat het moest stoppen. En toch gaat het door. U noemt het afbouwen, maar ja, het gaat gewoon door. Terwijl het niet mag. Ja, het was toch afbouwen. Okay. Kijk even naar mijn collega. Ja, meneer Mullenkamp, u gaf net aan dat er geen aanwijzing is gestuurd over kapellenmakelaars, een aanwijzing vanuit het ministerie. Dat klopt, er is geen aanwijzing geweest, maar er zijn wel talloze brieven gestuurd. En niet alleen naar de Raad van Commissarissen, maar ook naar de Raad van Bestuur. Ja, maar brieven die wij van het ministerie krijgen, in dit geval van de minister krijgen, gaat er altijd een kopie naar de Raad van Commissarissen. Ja, maar net gaf u aan dat er geen brieven over kapellenmakelaars gericht waren aan de Raad van Bestuur. Dus dat klopt nou, niet. Dat u staat kreeg er dus niet bij. Ik heb wel de brieven gezien die de minister heeft geschreven aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Ik heb daar ook de beantwoording op gezien. Mm-hmm. Overigens weet ik niet of alleen de heer Van Kuilenburg aanwezig was bij die gesprekken, of dat ook nog de vicevoorzitter aanwezig was van de Raad van Commissarissen. Het laatste staat me bij dat hij ook aanwezig was, maar dat weet ik niet zeker. Maar het waren in ieder geval ook brieven gericht aan de Raad van Bestuur aangaande het feit dat u moest stoppen met... Ja. Kapellenmakelaars. Dat even helder is, ook ja, in het kader van ons onderzoek. Okay. Dan wil ik met u het gaan hebben over wat u zelf noemde in de Raad van Commissarissen uw jongensdroom, de Maserati. U kijkt vragend. Ja, u gebruikte zelf toen de woorden jongensdroom. Nou ja, als dat zo is, dat nee. Ik sta er niets van bij dat ik dat woord jongensdroom gebruikt heb. Okay, ik heb het uit het verslag van de raad van vergadering met de Raad van Commissarissen. Was ik daarbij aanwezig? Ja, het waren uw woorden. Oh. Vandaar dat ik een beetje verbaasd ben dat u uw eigen woorden niet herkent. Maar begin 2006 kiest u ervoor Maserati te nemen als dienstauto. Uit ons onderzoek blijkt dat... Het gaat om een blauw kenteken. U heeft ook gekozen voor een eigen chauffeur. En de maandelijkse kosten, inclusief de chauffeurskosten, bedragen €8.475, exclusief BTW. Mijn eerste vraag is, wat is de reden dat u koos voor een Maserati? Ja, wat was de reden? Dat ik het een mooie auto vond. Dat is de enige reden. Maar was het in die tijd normaal dat corporatiedirecteuren in zulke dienstauto's reden? Nou ja, ik ken corporatiedirecteuren. Dan laat ik het bij mezelf houden. Ik reed bij Rotsteel of Patrimonium, denk ik al 15 of 16 jaar met chauffeur met auto. Mm-hmm. En later dacht ik met het blauwe kenteken, maar dat weet ik niet precies wanneer dat gestart is. En dat was met name door alle avondvergaderingen. We hadden in die tijd bij Patrimonium Oud, als ik het zo even mag noemen, 6 of 7 afzonderlijke stichtingen. Waar ook allemaal afzonderlijke vergaderingen waren. Dus ik had zo'n beetje 190 avondvergaderingen per jaar. Maar waren er meer collega-directeuren die zich ook in een Maserati of zo'n soort nou, type auto met, lieten rondrijden? Met de type auto wat u noemt, nee, maar wel met chauffeur reden. Mm-hmm. Uiteindelijk, in 2006 nog, stopte u met het rijden in de auto. Waarom? Met name omdat mijn medewerkers daar bezwaar op hadden gemaakt. Wat vond u daarvan? Dat ze gelijk hadden. Dat ze gelijk hadden, dat vond u op het moment dat ze u aanspraken? Ja, ik geloof dat het binnen 6 weken was. En dat ik daar een verkeerde keuze in had gemaakt.
En had u zelf bij de aanschaf van die Maserati als dienstauto, had u die afweging niet zelf kunnen maken of dit wel? Achteraf had ik dat beter wel kunnen doen. Dat ik niet de keuze op dat merk had gemaakt. En waarom niet? Nou, gezien het... Ik reed bij Patrimonium en bij Rosselaar in de prijsklasse waar ik toen die tijd in mocht rijden. Deze auto viel ook in de prijsklasse. Alleen, het merk van de auto was niet de meest gewenste merk. Maar u geeft aan in die prijsklasse? Ja. Als ik kijk naar de gangbare, of niet wat gemiddelde aan kosten wat een corporatiedirecteur aan een auto uitgeeft, conform de regels, dan zitten we op een aanzienlijk lager bedrag. Want dan kom ik uit op, als ik bijvoorbeeld kijk naar uw collega bestuurder, op een leasebedrag van €1.900, exclusief btw per maand. Hoe verklaart u dat hoge verschil tussen de ruim 8.000 euro? Als u het over mijn collega bestuurder hebt, dan zult u ook in de regeling denk ik zien dat de bijtelling van de bestuurders gebruteerd werden door de werkgever. Dus buiten de leasekosten van de auto was er dus ook nog een bijtelling van 20% of 21%. Ik weet niet precies wat het in die tijd was. En het werd gebruteerd door de werkgever. Ja, we kunnen dus de techniek in duiken, maar het feit blijft dat we het hebben over een groot bedrag van 8.500 per maand. Ja. Tegenover bedragen die stukken lager liggen als het gaat om dienstouders. Dus als u zegt van dat was... Het is niet 1900 euro dan. Maar wat was het dan wel? Wat gangbaar was? Ik denk als iemand op zo'n auto, ik weet niet waar mijn gebied, waar de vestigingsdirecteur in reed in auto's, maar ik denk dat het ook in de prijsklasse, ik denk 60, 70, 80.000 euro was. Als u daar 20% bijtelling van neemt. Wat is dat? Het is 20.000, 25.000 euro. Dat moet dan gebruteerd worden. Dus dan praat u op, denk ik, een bijtelling van 35.000 euro. Buiten de op jaarbasis, hè? Ja, maar wat, per maand, wat zou het dan gangbaar moeten zijn? Moet u dan delen door... Dat zal het uitkomen op, denk ik, 5.500 euro in de maand. Dus dan zat u fors boven, met 8.500. Zat ik boven. En dan kom ik terug bij mijn eerdere vraag. Had u dat niet zelf in uw overweging mee moeten nemen? Of in plaats van wachten dat uw personeel u daarop aansprak? Dat die auto iets te duur is? Nou, men sprak me niet aan dat de auto iets te duur was. Men sprak me aan op de type auto. Maar het type auto gaat natuurlijk ook gepaard met de kosten. Ja, maar de auto's die ik daarvoor bij Patrimonium reed of daarna bij Patrimonium reed, was de auto's die dezelfde prijsklasse hadden. En dat doelt u denk ik op de Audi? Bijvoorbeeld, of op een BMW. Als ik u de vraag stel, had u uw personeel nodig gehad om dit zelf in te zien dat het niet gepast was om in die auto te rijden? Ik denk achteraf niet. Nee, maar waarom had u dat zelf niet kunnen bedenken? Nou ja, ik denk binnen 6 weken of 8 weken het besluit nemen, is ook dat ik zelf heel snel tot inkeer ben gekomen dat het geen juiste keuze was. En waarom was het geen juiste keuze? Nou, het gaf een verkeerde beeldvorming naar buiten. Met name naar de huurders toe. Dus u kwam tot inzicht toen uw personeel daarop op wees. Dus binnen 2 maanden uit ons onderzoek blijkt, stapt u weer in uw vorige dienstauto, de Audi A8. Ja. Uit ons onderzoek blijkt ook dat er een periode van 1/2 jaar u naast de Maserati en de Audi A8 ook beschikte over een Volvo. Dus 3 auto's. Nou, ik heb niet gelijktijdig de auto's gehad die u noemt. Ik heb na de Maserati ben ik volgens mij in een Volvo gaan rijden die nog op de zaak stond. En toen de auto vervangen moest worden, ben ik overgestapt naar een Audi. Het is niet gelijktijdig geweest. Ik had geen Volvo staan en een Audi staan. Want dat ook is niet onjuist. In een periode van 1/2 jaar dat u 3 auto's... Nee, het is onjuist. Dat weet u zeker? Weet ik zeker. Althans, de Volvo was niet van mij. Dat die nog op de zaak stond van een andere gebiedsdirecteur, het is mogelijk. Maar het was niet de auto van mij. Maserati was van mij en dat was de Audi van ondergetekende. Maar de Volvo is niet door ondergetekende aangeschaft. Die
Nee. Stond kennelijk klaar om ingeruild te worden. Nou, ik zou ook niet aanschaffen, maar tot uw beschikking. U had drie auto's. Ja, maar er konden ook andere mensen rijden. Die tijdelijk een auto nodig hadden. Okay. U kreeg dus die waarschuwing. U zag zelf ook in dat het een verkeerd signaal was. Ja. En u bent toen overgestapt om die Audi A8 als dienstauto te gebruiken. Begin 2007 stuurt een klokkenluider, een personeelslid van Rochdale, een brief aan de Raad van Commissarissen. Onder andere over de kosten die Rochdale nog steeds zou maken voor de Maserati. En de Raad van Commissarissen laat daarop in mei 2007 een onderzoek uitvoeren. En daaruit blijkt dat het leasecontract van de Maserati nog steeds op de naam van Rochdale staat. Uit ons onderzoek blijkt dat toen met u is afgesproken dat u de Maserati niet meer als dienstauto zou gebruiken. En dat deze zou worden verkocht. En dit wordt ook nog eens in een brief bevestigd door de Raad van Commissarissen in een brief van 5 juni 2007. U kunt mij nog volgen? Ja, ik probeer even naar de data's te kijken. Ja. Heeft u expliciet de toestemming van de Raad van Commissarissen gehad om alsnog te blijven rijden in de Maserati? Nee, maar volgens mij heb ik ook geen toestemming gekregen om er niet in te rijden. Wat bedoelt u daarmee? Er is in 2006 of 2007 is dat onderzoek geweest door Deloitte, dacht ik. Toen is de auto in mei 2007 is dat geweest, dat onderzoek? En volgens mij is daarna ook direct de auto eruit gegaan. Naar het onderzoek van Deloitte. Ja, ik haalde dat onderzoek net aan en ook dat er dus een afspraak was dat u daar niet in zou rijden en dat die verkocht zou worden. Dat is ook schriftelijk op papier in een brief bevestigd. En mijn vraag is, heeft u expliciete toestemming gehad om in die Maserati te blijven rijden? En dan zegt u als antwoord in eerste instantie, er is ook geen afspraak gemaakt dat ik er niet in zou rijden. En nee, mijn vraag is, wat bedoelt u daarmee? Ik probeer even aan te geven, op het moment dat de brief gekomen is dat de Maserati eruit moest, is de auto eruit gegaan en is er ook niet meer in gereden. Dus na die afspraak in mei 2007 is er niet meer gereden in de Maserati? Volgens mij is er toen niet meer gereden in de auto. U zegt volgens mij, het is een duidelijke vraag, er is niet meer gereden in de Maserati, zegt u. Ik denk dat ik heb er niet in gereden, ik weet het niet meer precies. Dat zijn twee dingen. U hebt er niet in gereden en u weet het niet meer precies. U snapt dat wij op zoek zijn naar feiten in dit onderzoek. Maar daarom stel ik mijn vragen ook zo helder mogelijk. Nee, ik probeer u ook zo helder mogelijk antwoord te geven. Er is een onderzoek geweest van Deloitte. Toen is de auto uitgebreid aan de orde gekomen. Ja. Toen is ook uitgebreid aan de orde gekomen dat de auto eruit moest. Ja. En wat ik me daarvan kan herinneren is ook dat de auto eruit gegaan is. Ja, en dat betekent dus dat u na die afspraak in mei 2007 niet in de Maserati heeft gereden? Ja, dat zou het moeten zijn, ja. Dat zou het moeten zijn? Ja. Maar, dan voel ik een maar. Ja, maar ik kan u er geen duidelijke antwoord op geven als ik het niet precies weet. Maar u weet toch wel of u na die afspraak met de Raad van Commissarissen wel of niet in die auto heeft gereden? De auto moest eruit en de auto is eruit gegaan. Dat is wat ik zeker weet. Maar de auto is eruit gegaan. Betekent dat dat daarmee u ook niet meer in die Maserati heeft gereden? Of niet? Ja, ik kan u niet zeggen wat ik niet meer weet. Dus u weet niet meer of u na de afspraak met de Raad van Commissarissen in mei 2007 die auto te verkopen, of u daarna nog in de Maserati heeft gereden? Normaliter is het zo dat het door mij dan niet meer in de auto gereden zou zijn als de auto eruit moet. Ja, maar dat is dus niet gebeurd, begrijp ik uit... Nou, dat weet ik niet. Als de auto eruit moet, dan kan er toch ook niet meer in gereden worden? Ja, dat zou je zeggen, maar ik zoek de bevestiging bij u, dus dat u daar niet nee, in gereden auto, heeft. Ja, nee, maar als de auto eruit moest, dan is de auto eruit gegaan en dan kon ik er ook niet meer in rijden. Dat kon niet. Dus feitelijk, u heeft daarna dus ook niet meer in de auto gereden. Als u in de microfoon duidelijk kunt aangeven dat klopt, ik heb niet meer in de auto gereden, dan is dat voor ons ook helder. Want we blijven nu een beetje hangen. Ik zou toch graag willen dat u gewoon een duidelijk antwoord geeft. Ja, maar dan moet ik het ook echt weten. Dus u kunt het zich niet meer herinneren? U praat over 7, 8 jaar geleden. Ik weet dat de auto eruit moest en de auto is eruit gegaan. En ik weet niet of ik daar nog wel of niet in gereden heb. Ik weet het niet. Nou, als u het niet weet, ga ik u helpen. Kijk zo.
Want volgens onze gegevens heeft u het verzoek van de Raad van Commissarissen genegeerd. En heeft u ervoor gezorgd dat de Maserati bij u thuis in Lelystad kwam te staan? En bent u in de Maserati privé blijven rijden op kosten van Rochdale? Klopt dat? Dat kan nooit na het onderzoek van Dubois zijn geweest. Dat is geen antwoord op mijn vraag. Voor het onderzoek van Dubois heb ik nog in de auto gereden. Maar na het onderzoek van Dubois moest de auto eruit. En is de auto eruit gegaan. Dus uw antwoord is, het klopt niet. Ik heb niet in een Maserati gereden. Ik kan het verhaal herhalen. Voor Dubois heb ik wel in de auto gereden. Voor het onderzoek van Dubois heb ik nog in de auto gereden. Na het onderzoek van Dubois moest de auto eruit. En is de auto eruit gegaan. U houdt nu vast aan het onderzoek van Dubois. En dat is dat onderzoek wat er is geweest in 2007. Toen ik u de heldere vraag stelde, heeft u, want na dat onderzoek is er een afspraak geweest met de Raad van Commissarissen, dat u je auto zou verkopen, dat de Maserati weg zou gaan, dat u daar niet in zou rijden. En ik hou u net voor, omdat u het zich niet kan herinneren, dat uit ons onderzoek blijkt dat u de auto vervolgens naar Lelystad heeft verplaatst en dat u er wel in bent blijven rijden. Privé, maar wel op kosten van Rochdale. En ik zou toch graag willen of dat klopt, een antwoord willen hebben of dat klopt. Na of het niet. Onderzoek van Dubois is dat onmogelijk. Dus dat klopt niet wat ik hier nu. Als u mij vraagt, het onderzoek van Dubois, de auto moest eruit en ik ben er daarna in blijven rijden, dan kan dat in mijn beleving niet juist zijn. Dus u heeft dat niet. U heeft niet gereden in de Maserati. U heeft hem ook niet naar Lelystad verplaatst. Jawel, maar dat was allemaal voor het onderzoek van Dubois. Niet na het onderzoek van Dubois. Kunt u aangeven wanneer, naar uw beleving, het Dubois-onderzoek is geweest? Ja, ik denk 2006, 2007. Maar dan ja, ik snap niet zo goed waarom u dat onderzoek dan steeds aanhaalt, want dat is dan in 2007 geweest. Dat is dat onderzoek waar, naar aanleiding waarvan u ook met de Raad van Commissarissen hierover gesproken heeft en die afspraak heeft gemaakt. Ja, toen die afspraak is gemaakt, is de afspraak ook nageleefd. De auto is eruit gegaan en er is ook niet meer in gereden. Maar daarom geef ik aan dat uit ons onderzoek blijkt dat die auto er wel uit is gegaan vanuit uw perspectief. Maar dat u vervolgens die auto naar Lelystad verplaatst en privé ermee bent blijven rijden en dat nog wel op kosten van Rochdale. Dat laatste is correct. Het eerste is niet dat de auto direct naar Lelystad is verhuisd. Volgens mij heeft de auto eerst nog een jaar opgeslagen gestaan. Maar u bent er wel in blijven rijden? Nee, toen u opgeslagen stond, een jaar lang, is er door mij niet ingereden. De auto heeft een tijdje opgeslagen gestaan. Ik dacht ongeveer een jaar. Okay. En hoe moet ik dat rijmen dan met de afspraak, u rijdt er niet in en dat die auto verkocht moest worden? Nee, dan gaan we weer terug even naar dat ervoor. Het onderzoek van Dubois was de constatering dat de auto eruit moest. En als een auto eruit moet, dan betekent ook dat u daar niet in rijdt. Dat was dus op kosten van Rochdale. Dat de auto door mij vervangen werd door de opmerking van mijn collega's en van mijn medewerkers, is niet een opmerking geweest van mijn Raad van Commissarissen dat ik niet in de auto kon rijden. Maar ik ben met de auto gestopt omdat mijn collega's tegen mij zeiden en mijn medewerkers en ik nadat het met ze eens was dat het niet handig en dat het dom was. Ben ik met de auto gestopt. Toen is de auto er nog niet direct uitgegaan. Toen ben ik in de oude Volvo gaan rijden. Toen heeft de auto opgeslagen gestaan. En pas dacht ik anderhalf jaar later, waar u dus net naar verwijst, hebben we het onderzoek van Dubois gehad. Dat de auto er definitief uit moest.
Maar daarmee zegt u dus dat de afspraak die in mei 2007 met de Raad van Commissarissen is gemaakt, voor u in ieder geval geen aanleiding is geweest om niet in die Maserati te rijden? Nee, dat ben ik niet met u eens. Vanaf het moment dat de auto werd aangeschaft, is er door ondergetekende, denk ik, 6 tot 8 weken ingereden. Medewerker hebben ze aangegeven, stop ermee. Toen heb ik een oude auto genomen die bij het bedrijf nog stond, de Volvo. Toen is de Maserati is opgeslagen geworden. Ik denk 1 tot 1,5 jaar. Dat had te maken met de afschrijving van de BPM. Na 1,5 jaar dat die opgeslagen heeft gestaan, of 1 jaar, heb ik de auto naar Lelystad gehad, heb ik de privé meegereden. Op kosten van Rochdale? Op kosten van Rochdale. Waarom? Omdat medewerkers van bestuursleden van Rochdale mochten privé zakelijk rijden. Dus dat was niet een regeling voor mij, maar dat waren voor alle bestuursleden. Die mochten 8 tot 10.000 kilometer zakelijk rijden op kosten van Rochdale. Dat was de autokostenregeling. Ja. Zelfs als dat de regeling is. Ja. Kunt u mij dan uitleggen, als er een afspraak is dat die Maserati niet past als dienstauto, en dat de kosten natuurlijk ook behoorlijk hoog zijn, en dat er ook gezegd wordt van daar moet niet meer in gereden worden, dan is het toch gek als u zegt van nou, ik ben er dan vervolgens privé wel mee blijven rijden op kosten van Rochdale? Nou, ik had dezelfde regeling als mijn collega-bestuurders. Hadden die ook een regeling om in een Maserati te rijden? Nee, die hadden wel een regeling dat ze privé zakelijk mochten rijden. En dan had u dus 2 auto's. En die hadden ook een auto van de zaak. En u had dus een Audi A8 waar ik dus niet in mocht rijden. Daar mocht ik wel in zitten, maar ik mocht er niet in rijden. In de Audi A8? Nee, vanwege het blauwe kenteken, dat is verboden. Die auto staat alleen maar beschikbaar voor de dienst, voor de uren dat je werkt en de avonduren. Maar in de Audi, met de auto met de blauwe kenteken, is het niet toegestaan dat ik daarin mocht rijden. Dus u had de Maserati nodig om... Ik heb na 1,5 jaar, omdat ik bij Rochdale weg zou gaan en iedereen dezelfde regeling had als ondergetekende had, toen ben ik in de Maserati gereden. En met name in de weekenden, want door de week was ik op kantoor. Totdat het onderzoek kwam en toen is de auto er definitief uitgegaan. En had ik eerder weggegaan bij Rochdale, wat de bedoeling was, dan had ik waarschijnlijk misschien of de auto overgenomen of niet, dat weet ik niet. Begrijpt u mijn verbazing? Als u probeert uit te leggen dat u dus privé met de Maserati op kosten van Rochdale bent blijven rijden. Nou, niet ben blijven rijden. De auto heeft 1,5 jaar stilgestaan, hè? Nou, maar dat die auto dus uiteindelijk, ondanks de afspraak die er was in 2007, dat u weliswaar privé een conforme regeling nog steeds in die dure auto bent blijven rijden op kosten van Rochdale. Snapt u mijn verbazing of niet? Ik begrijp uw verbazing, ja. Ja, en waarom begrijpt u mijn verbazing? Nou, omdat u het kennelijk merkwaardig vindt dat de auto die eruit moest, die er pas eigenlijk echt uit moest, na het onderzoek van Dubois, dat ik in de auto ben blijven rijden. En ik heb u ook net verwoord, de regeling bij Rochdale was zo dat alle bestuursleden, trouwens ook directieleden, mochten 10 tot 12.000 kilometer per jaar privé rijden, die zakelijk werd betaald. Ja. En het feit dat ik dus geen auto had, legitimeerde ik mijn verhaal van dan heb ik dus ook de gelegenheid, want ik ben het pas na 1,5 jaar gaan doen, om ook dan deze auto te gebruiken voor privédoeleinden. Vindt u het nog steeds legitiem? Nee, achteraf vind ik het helemaal niet meer legitiem. Achteraf vindt u het niet legitiem? Nee. Waarom niet? Nou, omdat het niet gepast is. De auto had er direct uitgemoeten. En waarom pas achteraf? Ja, als ik alles op voorhand had geweten, dan had ik waarschijnlijk ook hier niet gezeten. Dat is te makkelijk. Want u wist eerder, in 2006 had u al een signaal. Notabene niet zelf bedacht. Dat ik zakelijk niet mee kon rijden. Maar privé met een auto rijden en de zaak daarvoor laten betalen, dat kunt u toch niet afdoen? Nee, maar u wekt nu de indruk dat het alleen bij mij gebeurde. Dat was de autokostenregeling bij Rochdale of bij Patrimonium. Ja, maar die autokostenregeling, daarom zei ik net al, reed de rest ook in een Maserati? Nee, maar die reden wel in auto's die ongeveer bijna dezelfde prijsklasse hadden. En die hadden 1 auto die ze voor de dienst gebruikten en privé? Privé, en bij privé mochten ze 8 of 10 of 12.000 kilometer per jaar zakelijk mee rijden op kosten van de organisatie. Ja, maar u had een Audi A8.
Zakelijk? Zakelijk en de Maserati privé, allemaal op kosten van Rochdale. Ja. En begrijpt u mijn verbazing? Die twee auto's? Nou, de ene auto stond mij niet ter beschikking. Hè. Die stond mij alleen maar ter beschikking voor de uitoefening van mijn functie. Hè. U gaf net aan achteraf, want u begrijpt mijn verbazing, u geeft ook aan van achteraf had ik dat niet moeten doen. Maar ik blijf erbij, achteraf is dan een beetje gek. Als u al in 2006 een signaal krijgt over de Maserati, in 2007 een klokkenluider uiteindelijk voor zorgt dat er een onderzoek komt en dat er weer een discussie hierover is met u en de Raad van Commissarissen. En dan uw verhaal dat u daar in privé bent blijven rijden op kosten van Rochdale. Dan is het toch gek dat u dan nog steeds zegt, ja, achteraf had ik dat niet moeten doen. U had genoeg signalen gehad, daarvoor al. Ja, maar ik blijf er ook op hameren. Ik ben er niet steeds in blijven rijden. De auto heeft zeker een jaar tot anderhalf jaar stilgestaan in een loods. En ik denk dat pas het laatste jaar ben ik ermee gaan rijden. Dat zou ook het momentum zijn dat ik bij Rotsel uit dienst zou gaan. Dat ik met de FUT zou gaan. En daar heb ik gebruik gemaakt van de regeling die bij Rotsel gold, dat de privé zakelijk gereden mocht worden. Maar het is het een of het ander. Of u vond het gewoon allemaal niet verstandig wat u deed, of u vindt dat nog wel en u blijft het verdedigen. Welk van de twee is het? Nou, dan blijf ik het verdedigen. Dan blijft u het verdedigen? Ja. Dus u vond het niet onverstandig wat u deed? Nee, als ik de keuze moet maken tussen hetgeen wat u zegt, dan blijf ik het verdedigen, het standpunt. Als u het blijft verdedigen, als ik kijk naar de regels die er golden als het ging om de bedrijfsvoering van corporaties en dat het ook een sobere en een doelmatige bedrijfsvoering moet zijn, is het dan passend om een Maserati te blijven rijden met bijbehorende rekening? Nee. Niet passend? Nee. Maar je blijft het wel verdedigen? Ik blijf het verdedigen in de context zoals het hier net geschetst is. Maar het is niet passend? Maar het is niet passend. Maar dat kunt u over alle andere auto's ook dan gezegd kunnen hebben. En vindt u het achteraf maatschappelijk verantwoord dat u als corporatiedirecteur in een Maserati reed? Nee. En waarom niet? Nou, ik denk dat dat een verkeerde beeldvorming naar buiten brengt. Ik bedoel, het is toch het geld van de huurders. Maar dat gold overigens voor het hele wagenpark binnen de organisatie. Overigens geldt dat ook voor het wagenpark bij andere corporaties. Maar ik heb het nu over patrimonium, zeker Rotsdale. Dan lag het wagenpark qua investeringen op een redelijk hoog niveau. Qua aanschafprijs. Ja, en u zegt beeldvorming. Zijn er nog andere redenen waarom het achteraf niet maatschappelijk verantwoord is? Het is huurdersgeld. Het had ook met een mindere klasse gekund. Ja. En toch blijft u verdedigen wat u gedaan heeft? Nee, ik blijf verdedigen de situatie die net geschetst is. Ik blijf niet verdedigen of de auto wel of niet maatschappelijk verantwoord is. Maar ik blijf wel verdedigen dat er net gesteld werd, u bleef in de auto rijden. En u hebt er nog een jaar mee gereden van wat eigenlijk niet kon. En daarvan heb ik gezegd, dat blijf ik verdedigen, dat er een regeling was dat je privé zakelijk mocht rijden. Dat blijf ik verdedigen. Ik kijk naar mijn collega Oskam. Meneer Van Nimwegen, was u medebestuurder? Mm-hmm. Heeft hij er nog iets van gezegd? Zegt u? Heeft hij er nog iets van gezegd? Nou, volgens mij is meneer Van Nimwegen gekomen toen de auto of net wegging, maar bij de aanschaf van de auto was, dacht ik, meneer Van Nimwegen nog niet in functie bij de woningcorporatie. Nee, maar de vraag blijft natuurlijk hangen wanneer die auto nou eruit is gegaan. Dat is nog steeds niet duidelijk. Maar misschien is het dan wel de voorganger van Van Nimwegen geweest. Maar bent u door uw collega-bestuurders aangesproken op het feit dat u in die Maserati reed en bleef rijden? Het is het personeel geweest die het gezegd heeft. Okay. Dus niet de medebestuurder? Niet de medebestuurders, personeel. Oké, okay. Nou, in de discussie met mevrouw Hartje ging het steeds over het rapport Dubois van 2007. En die kwamen tot de conclusie dat die Maserati eruit moest. En toen heeft u gezegd, nou ja, dat is dan ook zo gebeurd. Dat nemen wij niet vanzelf aan, want kapellenmakelaars moesten er ook uit. En dat heeft natuurlijk 6 jaar geduurd.
Ik wil u toch even wat feiten voorleggen. En misschien dat dat uw geheugen opfrist. Er is een forensisch onderzoek geweest in 2009 van Deloitte. En die komen tot de conclusie dat u die auto nog had. In ieder geval dat die op rekening stond, dat de rekeningen naar Rochdale gingen. Maar ook wel dat er nog mee is gereden. En de kantonrechter, waarbij u een ontslagprocedure had aangespannen tegen Rochdale, die komt ook tot de conclusie. En ik zal het even voorlezen uit het vonnis. Die zegt, gebruikmakend van het rapport van Deloitte: Deloitte is een gerenommeerde en onafhankelijke organisatie die in casu werd gecontroleerd door een monitorcommissie. De kantonrechter heeft geen reden om te twijfelen aan de gedegenheid van het onderzoek of aan de juistheid van de uitkomsten daarvan. Over wat u heeft ingebracht of uw advocaat, wordt gezegd: de handelwijze van Eisen zoals het uit het rapport van Deloitte naar voren komt, kan naar het voorlopig oordeel van de kantonrechter een ontslag op staande voet dragen. En verder wordt gezegd: de Maserati is nog meer dan een jaar volledig voor rekening van Rochdale gekomen. En in een andere overweging zegt de kantonrechter: na de hand bleek dat Eiser u dat niet had gedaan, die auto verkopen, en dat de auto voor rekening van Rochdale bleef en Eiser er toch in is blijven rijden. Dus ja, dat zijn toch wel hele harde feiten. En dat is toch niet wat u net heeft gezegd. U heeft gezegd van ja, ik heb opgeslagen in de loods. De vraag is wat dat dan doet. Want die personeel zegt dat omdat ze zich natuurlijk schamen. Dat ze denken van nou ja, wij zijn een sociale woningcorporatie. Mensen die kunnen amper de huur betalen. En de baas die rijdt in een Maserati. Dus dat heeft u zelf ook al gezegd, voor de beeldvorming is dat slecht. Maar een ander aspect is natuurlijk toch ook de kosten. En als je zo'n Maserati in een lood zet, ja, die kosten die gaan gewoon door. Ook al rij je er niet mee, dat is natuurlijk goedkoper. Maar dan heb je natuurlijk een enorme afschrijving. Ja, maar dat de auto, eerst even op uw eerste vraag. In 2008 of 2009 is het onmogelijk geweest dat ondergetekende nog in de Maserati heb gereden. 2009 was ik al niet meer in dienst. En half 2008 was ik uit dienst. Ja, maar dat rapport is 2009 gemaakt. En toen was u natuurlijk, dat was toen u al geschorst was. Dat de auto is blijven staan, had te maken met de BPM. De BPM op de auto mocht in 3 jaar afgeschreven worden. En het was voordeliger, is me toen geadviseerd, om eerst de BPM, anders zou de BPM terugbetaald moeten worden. Om eerst de BPM af te wikkelen en daarna de auto weg te doen, te verkopen. Maar waarom legt u dat nu pas uit? Dat had u toch ook net kunnen zeggen? Ja. Volgens mij heb ik net het woord ook BPM gebruikt, dacht ik. Ja. Nou ja, dan is me dat ontschoten. Volgens mij zei ik net, dat had te maken met de BPM. Maar het was voordeliger om hem op te slaan dan om hem te verkopen? Met name het grote bedrag aan BPM wat er op de auto zat. En vanwege het feit dat de BPM in 3 jaar mocht worden afgeschreven en daarna de auto BPM vrij was, was dat voordeliger om de BPM terug te betalen en de auto met verlies te verkopen. Okay. Dat is de motivatie erachter geweest. Maar dan nog blijft natuurlijk de vraag dat Deloitte tot de constatering komt. En dat kan je in twijfel trekken. Maar goed, door de kantonrechter is dat toch ook overgenomen. Dat naast het feit dat u hem had opgeslagen, dat er toch mee is blijven rijden. Toen de auto opgeslagen stond, heb ik er niet in gereden. Okay. Toen de auto in Lelystad stond, heb ik erin gereden. We houden erover op. Nee. Een interessant project wat Rochdale heeft aangetrokken is Franke Maheert. En u was op dat moment de baas en ook degene die daar mee aan de gang ging. Wat ons is opgevallen, dat u een mandaat had van 50 miljoen. En dat was erg veel, want we hebben ook naar andere grote corporaties gekeken. En daarbij zijn de bedragen aanmerkelijk minder. We hebben Woonbron gisteren gehad. En daar bleek het mandaat 25 miljoen te zijn. Maar wie we er ook over spreken, iedereen zegt 50 miljoen is bizar. Dat is gewoon, daarmee zet je eigenlijk de Raad van Commissarissen buitenspel. Nou, wat u mocht doen, die 50 miljoen, hè, dat was uw competentie. En dat ging het om projecten van volkshuisvestelijke aard. En die moesten ook passen binnen de borgingsregels van het WSW, hè, van het waarborgfonds. Als er geen borging werd gegeven, ja, dan moest er natuurlijk wel nagedacht worden binnen de organisatie. Moest de Raad van Commissarissen ook meepraten.
Wat ons ook verbaast is dat Rochdale geen meerjaren investeringsplan had. En dan is het natuurlijk ook wel apart dat je de directeur zo'n groot mandaat geeft. Wat was nou de reden, zeg maar, om dat bedrag op 50 miljoen te zetten? Mag ik eerst van u de eerste vraag beantwoorden? Geen meerjarenprognose? Ja? Nee, geen meerjaren investeringsplan. Dus echt om die investering. Dat je zegt van, nou ja, volgend jaar kopen we dit en over 10 jaar kopen we dat. Dat zou toch merkwaardig zijn, want ieder jaar moest je naar de inspectie Noord-Holland of naar Vrom of naar het Centraal Fonds je meerjarenprognose opsturen om te kijken of je organisatie in de toekomst financierbaar was, wat je investeringen waren, wat je aankopen waren, wat je verkopen waren, wat je renovaties waren. Het zou toch merkwaardig zijn dat de corporatie die tot 15 van de grootste corporaties in Nederland behoort, of 20, laat ik het bij 20 houden, dat wij die informatie niet hadden wat u nu schetst. Maar daarom stel ik ook die vraag. Wij zijn het niet tegengekomen. We hebben alle gegevens gevorderd bij Rochdale. Wij hebben het niet. Dan hadden we zeker 5 aanwijzingen van Vrom gekregen om ze wel in te dienen. Want je corporatie werd ieder jaar beoordeeld voor de komende 5 jaar door het Centraal Fonds. Hoe gaat het met de solvabiliteit? Hoe gaat het met de liquiditeit? Wat zijn de investeringsvraagstukken? Hoe gaat u daarmee op? Bent u fundbaar? Blijft u A-corporatie? Wordt u B-corporatie? Wordt u C-corporatie? Ieder jaar kwam daar een Vrom-brief van. U hebt me de vraag de vorige keer ook gesteld. Dat zou onmogelijk zijn. En anders hadden we daar een aanwijzing over moeten hebben. Nu, tweede vraag over die 50 miljoen. Waar komt die 50 miljoen vandaan? Ja. Daarvan moet ik u zeggen dat ik niet weet waar die vandaan komt. Ik weet, er lag een directiestatuut. En in het directiestatuut heeft in de eerste instantie geen absoluut getal gestaan, maar een percentage gestaan. Een percentage van het balanstotaal. En dat percentage van het balanstotaal was beduidend hoger als het absolute getal. En wat voor percentage was het dan? U zal het ook ergens hebben moeten kunnen lezen. Ik dacht iets van 5 of 10% van het balanstotaal. En ik dacht dat het balanstotaal iets van 2,5 miljard was. Ja. Van Rochdale, of iets hoger of iets lager. Het directiestatuut is gemaakt door de organisatie in nauw samenspel met KPMG. Er is over de 50 miljoen door ondergetekende geen enkele discussie geweest of het daar 40, 20, 30 of 10 had moeten zijn. Want het had mij persoonlijk niets uitgemaakt. Nee. Omdat de besluitvormingen die je nodig hebt om projecten wel of niet gerealiseerd te krijgen, niet alleen maar de 50 miljoen vertegenwoordigen. Want je hebt alle besluiten nog nodig. Al heb ik een mandatering van 100 miljoen of heb ik een mandatering van 10 miljoen. Als de inspectie, de externe toezichthouder, niet akkoord gaat met de investeringsaanvraag, dat noemden wij dan een BAP, een besluit aanmerkelijk belang. Ja. Dan moest je 6 weken of tot 8 weken op wachten. Er werd helemaal niet gevraagd welke mandateringsfase ik had. Mocht ik tot 10 of tot 20 of tot 50 miljoen. Vrom kwam daar met de goedkeuring, met alle goedkeuringen die we erbij nodig hadden van onder andere de gemeente en het WSW en dergelijke. Dus die 50 miljoen, waar die vandaan is gekomen, weet ik ook niet. Maar die had ook minder mogen zijn en die had ook nul mogen zijn. Maar is dat het bedrag in dat statuut gekomen toen u al directeur was? Of stond het er al in toen u... Nou, als ik de vraag ervoor eens mag behandelen. Heeft u een verschil gemerkt tussen toen het getal er niet in stond en het getal er wel in stond? Is het antwoord nee. Dan is de vraag, heeft u wel eens aankopen gedaan boven de 50 miljoen? Nee, nooit. Nooit. Er waren 2 soorten posten waar je tegen de 50 miljoen aan zat. Dat was hoogniveau renovaties in de Bijlmer. Maar met name door het volume van het aantal woningen wat je daar had. Ja. De gemiddelde complex was er 500 woningen. Dus als je daar 80 of 90.000 euro in investeert, dan ga je heel snel de 50 miljoen. Ik denk dat daar ook die 50 miljoen vandaan is gekomen, denk ik. Dat men toch gekeken heb, wat zijn de marges met name. Maar de grote investeringsaanvragen lagen natuurlijk in de Bijlmer. Want zitten er nou nog verschillen tussen Amsterdam en de rest van Nederland? Dat de grond duurder is of dat de huizen daar duurder zijn? Met die 50 miljoen? Ja. Ik denk het niet. Heeft er niets mee te maken. Ik heb u ook eerder gesteld, het had voor mij ook 10 miljoen mogen zijn, ook 5 miljoen mogen zijn. Daar had u wel mee kunnen werken? Het had voor mij ook 0 mogen zijn. Okay. De aanvragen hebben toch de procedure nodig. Ja, dat is waar. Maar de andere kant is ook dat bij een lager bedrag je wel vaker met de Raad van Commissarissen om tafel moet om te kijken of iets een goede investering is. Maar dat deed je ook ieder jaar. Al was het project niet langs de Raad van Commissarissen geweest, stond hij toch in het jaarverslag en in de managementletter. Dus het is niet zo dat je daarmee in gesprek... Nee, dat snap ik wel. Maar dat is dan natuurlijk allemaal achteraf. Dan worden ze geïnformeerd.
maar niet om toestemming vragen en niet om met elkaar de neuzen één richting in te krijgen. Het laatste is juist. Ja. Oké. Okay. Ja, wij stellen de vragen over, maar de vraag is eigenlijk of die Raad van Commissarissen of Edes of het Centraal Fonds of het Waarborgfonds ooit vragen hebben gesteld over dat mandaat. Nog nooit. Ook niet door de accountant. Nee. De externe accountant heeft er nog nooit een opmerking over gemaakt. Ik ga ervan uit dat mijn directiestatuut ook terecht is gekomen bij het Centraal Fonds. Denk ik echt. Ja. Het zal ook bij de inspectie Noord-Holland terecht zijn gekomen. Ja. En ik kan me, ik gebruik het woord helaas, ik kan me niet herinneren dat er ooit een schrijf over is gekomen van meneer, wilt u de mandateringsregeling aanpassen? Nee. En voor uzelf was daar ook geen behoefte aan. Het werkte zoals het werkt. Ja. Omdat toch de procedures doorgelopen moesten worden die doorgelopen moesten worden. Ja. Maar goed, de conclusie is wel dat u dan heel veel speelruimte had. Ik bedoel, u bepaalt zelf hoe u met uw raad van commissaris omgaat. Maar als u wilt, dan kunt u gewoon tot die 50 miljoen kunt u losgaan. Ja, losgaan. Daarmee heb je nog niet de investering gepleegd. Nee. Dan kan je acquisitie plegen. Maar daarna heeft het project de doorlooptijd nodig die ook een project van 10 miljoen nodig heeft of van 5 miljoen nodig heeft. Ja. Nee, maar dat begrijp ik wel. We gaan even verder door op dit Franke Maheert. Want dat was een aankoop van net onder de 50 miljoen. Het was een kantoorgebouw, hè, in Amsterdam-Belmar. En u had daar mooie plannen mee om daar de Belmar te verbeteren en daar dat pand te renoveren en dan vervolgens in de verhuur te doen. Het was een groot project. Deed u die onderhandelingen zelf? Nee. Misschien toch even voor u het project in beeld brengen. Er waren twee corporaties bezig met dit project. Dat waren met name de collega's die actief waren in de Bijlmer. Welke andere partij was dat? Dat was de KEI. Okay. Die zat ook in de onderhandeling. Overigens hetzelfde getal. Maar bij de KEI speelde de situatie op dat moment dat men het probleemgebied in de Bijlmer kraaiennest overnam. Ja, ken ik ook. Toen is aan ons gevraagd, in overleg met Stadsdeel Zuidoost, L4 geloof ik, van kunnen we dat kantorenpark uit de markt halen omdat er straks leegstand in komt. Overigens, dat kantoor waar we het over hebben was vroeger het kantoor van de woningcorporatie zelf. Nieuw-Amsterdam is er altijd gehuisvest geweest in dat kantoorpand. Overigens niet het hele kantoorpand, maar wel een dependance. Op enig moment is ons gevraagd via de Stadsdeel Zuidoost, dat kantoor komt straks leeg te staan over 3 jaar. De Bijenkorf gaat eruit, of V&D, maar in ieder geval één van beide gaan eruit. Wij zouden graag dat kantoor van de markt willen hebben. En we zouden daar vervangende nieuwbouw op willen hebben. Het ging dan om 900 woningen met nog wat winkels erbij. Schuin tegenover de Amsterdamse Poort. We zijn toen de onderhandeling ingegaan via de acquisitiegroep. Uiteindelijk hebben we gezegd, wij gaan in dat project verder. Met die verstanden dat op een later moment de KEI aanhaakt voor 50%. Ja. Voor de herontwikkeling van dat project. Er zijn ook overeenkomsten van gemaakt. Overigens is dat helaas niet doorgegaan om andere moverende redenen. Maar dat had niets met het project te maken. Wij zouden op dat project het kantoor uit de markt halen. Het kantoor werd al 3 jaar doorgehuurd voor een hoog huurbedrag door de Bijenkorf. En daarna kregen wij op voorhand al toestemming voor vervangende nieuwbouw om het te verkleuren. Want anders zouden we zo'n kantoor nooit kopen, want wij, de corporatie toen niet in kantoren, maar in woningen. En we hadden al zoveel in de Bijlmer geïnvesteerd, ja, met z'n tweeën, dat we het verantwoord vonden dat we die investering van 400 of 500 miljoen niet teniet wilden laten gaan als we daar, zoals wij dat noemen, rotte appels kregen. Okay. En Krijnes was er één en Franke Maheert zou er één worden. Ja. En wie zaten er nou in die acquisitiegroep? Het was een groep vanuit Delta Forte, daar hadden we een acquisitieteam. En er kwamen alle projecten erin en er werd er gekeken als er een project binnenkwam. Als we hem nemen, welke corporatie gaat hem dan trekken? Ja. Omdat we er met meerdere corporaties in zaten. Ja. In dit geval ook met de AWV, wat nu Stadgenoot heet. En vroeger nog met andere corporaties zomers buiten. Dus we deden niet met z'n allen afzonderlijke acquisities. Het werd ingebracht in een pool. En dan gingen we kijken, gaat de acquisitie door? Welke corporatie neemt die werkzaamheden op zich? Ja. Maar u zat erin, maar wie keek er nou nog meer mee van Rotterdam? Nou, de gebiedsdirecteur keek mee. De projectengroep Bijlmer Vernieuwing. Want er was een projectengroep Bijlmer Vernieuwing, ja, die over de activiteiten van de Bijlmer ging. En daar had zitting in
de centrale stad, de stadsdeel. Ja, het gaat mij met name om Rochdale. Oh, in Rochdale. De gebiedsdirecteur zat erin. De acquisitieafdeling Delta Forte zat erin. Werd ook af en toe een financieel directeur bij betrokken om het een en ander door te rekenen. En die zit wel in de raad van bestuur? Die zat wel in de raad van bestuur, ja. Nou, dat pand dat kostte 46,5 miljoen, hè? Ja. En, past net binnen het bestuursmandaat van 50 miljoen. Het zou oorspronkelijk de helft geweest zijn, hè? Ja, daar komen we zo op, ja. Ja. Want we willen natuurlijk weten waarom het uiteindelijk duurder is geworden dan dat het nu is. Dat bedoel ik daar niet mee. Ik zou het met twee corporaties doen. Ja. We zouden er beide dus voor 23 miljoen instappen. Precies, het gaat om de participatie. Ja. We zouden er beide voor 23,5 miljoen instappen. Daar lagen ook de overeenkomsten van, daar lagen ook de contracten van. En daar lagen ook de verdeling van werkzaamheden van. Wat gaat de ene corporatie doen en wat gaat de andere corporatie doen? Dat probeerde ik ermee te zeggen. Ja. Maar goed, zij haakten af of ze deden niet mee. En uiteindelijk dacht u van, ik ga het wel doen. Ja. 46,5 miljoen is de prijs. Onder de 50 miljoen, dus in beginsel heeft u de ruimte. Ja. Mits... het waarborgfonds zegt, wij borgen deze transactie, deze lening. Is correct. En de vraag is of dat zo is. Hebben ze het geborgd? Of toen u het ging kopen, was het toen geborgd? Nee. Het project is teruggegaan naar de Raad van Commissarissen, ondanks dat het onder de 50 miljoen lag. Ja. En dan is er extra Raad van Commissarissenvergadering geweest. En daar is het project alsnog gehonoreerd geworden. En kwam dat nou omdat u zelf naar de toetsingscriteria keek en zei van het is nog niet geborgd, dus ik ga ermee naar de Raad van Commissarissen? Of kwam het omdat de notaris zei, dit is niet volgens de regels, hier werk ik niet aan mij? Nee, het is intern geconstateerd. Intern. Door wie is het geconstateerd? Door de interne auditor bij Rochdale, dat was Hans Bouwman. Oké. Okay. Had u het zelf over het hoofd gezien? Nee, ik... Ja, misschien is het... Maar... De afdelingen keken daarna naar de projecten. Oké. Maar u wist toch ook wel dat als het niet geborgd was, dan moest het natuurlijk... Moet het automatisch terug. Oké. Nou, voor zover wij hebben terug kunnen kijken in dat onderzoek... heeft u op 13 augustus 2008 heeft u de conceptkoopakte getekend. Toen had u geen bevestiging van het waarborgfonds dat zij zouden borgen... Waarom tekent u dan toch die koopakte? Want dat is toch wel tricky, lijkt mij. Nou, ik neem aan dat er een ontbindende voorwaarde bij zat. Onder goedkeuring en voorbehoud van het WSW. Ja, wij hebben dat niet in dat contract gezien. Sterker nog, er is ook geen voorbehoud gemaakt dat de Raad van Commissarissen groen licht moest geven. En dat brengt me eigenlijk op het volgende punt. U tekent zo'n koopakte... Er zit geen voorbehoud in. En u zegt tegen die Raad van Commissarissen, we gaan ervoor. Zij konden eigenlijk alleen nog maar ja zeggen. Anders dan zat Rochdale voor 4,6 miljoen, iets meer, in het schip. Want dat was de clausule in het contract. Als de koop niet door zou gaan, moest er 10% van de koopprijs worden gedokt. Ja, maar ik denk niet dat er een reden is van de Raad van Commissarissen om daar ja of nee op te zeggen. Om deze moverende reden. Nee. Ja, dat zullen we wel aan de Raad van Commissarissen vragen, maar... Want er is een uitgebreide vergadering over geweest, over het project. Er is ook direct gezegd, als de aanschaf wel doorgaat, de investering wel doorgaat, kwam direct weer de KEI in beeld. Want na de ondertekening, de KEI heeft bij onze onderhandelingen zijdelings meegelopen, want het bedrag... Ik moet het anders zeggen. Het bedrag was in de eerste instantie rond met de KEI, het identieke bedrag. Ja, allebei de helft. Nee, het hoofdbedrag. De KEI was eerder met Frank en Maheert bezig als dat wij dat waren. En was het toen boven de 50 miljoen? Nee, het was ook onder de 50 miljoen. Onder de 50 miljoen. Alleen omdat de KEI plotseling kraaiennest nam, was ook een heel groot en zwaar project. Kan je geld maar één keer uitgeven. Precies. Ja. En toen hebben ze gezegd, gaan jullie ermee verder. Zetten wij ons in voor de Bijlmervernieuwing. Gaan jullie het project proberen binnen te halen. En zodra het project geacquireerd is... stappen wij weer in voor de helft in de participatie voor het bedrag wat wij betaald hebben. Dus ook weer de helft van die 46 miljoen. Ja. Daar lagen ook de overeenkomsten van. Ja. Maar u moet toch maar van mij aannemen, want we hebben het contract goed bestudeerd, dat er geen voorbehoud is gemaakt van dat de Raad van Commissarissen toestemming moest geven. Dat is toch wel heel onverstandig. Nou ja, intern is
is mij medegedeeld dat wij de toestemming van de Raad van Commissarissen nodig had. Ja. En dat hebben we gedaan. Ja, maar dat is intern. Maar extern is, je tekent een contract, daar staan voorwaarden in. En u mag alleen handelen, u bent alleen maar handelingsbevoegd als je onder de 50 miljoen blijft. En dat het om iets volkshuisvestelijk gaat. En dat het geborgd is. En aan die laatste voorwaarden was in ieder geval niet voldaan. Want u had nog geen toestemming van het WSW. Dus had u toestemming van de Raad van Commissarissen nodig. Ja, hetgeen ook gebeurd is, ja. Ja, achteraf. Maar toen had u al getekend. Dus als die raad moeilijk had gedaan en je had gezegd van nou, we doen het niet. Dan was Rochdale het schip ingegaan voor 4,65 miljoen. 65 miljoen? 4,8. Ja, 4,65. Oh, sorry. Ja, ja. Dus ik leg u dat maar voor. En de vraag is dan, want u bent toch wel een ervaren zakenman, een ervaren woningcorporatiedirecteur, waarom u dan niet dat soort clausules opneemt in zo'n contract? Want dan zeg ik het maar even voor eigen rekening, maar dan lijkt het er een beetje op dat u denkt van nou ja, het gaat toch wel door. En de Raad van Commissarissen kan hoog of laag springen, maar die handtekening is gezet. Ja, maar je moet zo zien, maar ik had niet alleen de handtekening van de Raad van Commissarissen nodig. Ik had ook nog veel meer, tuurlijk. Ja, precies. Dat weet ik ook wel. Het moment, maar ook later tegen kunnen vallen. Hè? Want al had de Raad akkoord gegaan, dan kan nog het Centraal Fonds zeggen, of het WSW zeggen, we vinden de investering dermate zwaarwegend voor de organisatie, het is niet verantwoord. Nee, dat geloof ik allemaal wel. En dat is ook zo, daar heeft u ook helemaal gelijk in. Het punt blijft, u sluit een contract af met een derde partij over de aankoop van Franckema-Heerdt, waarbij u geen voorbehoud maakt. En als die Raad van Commissarissen nee zegt, zit u voor 4,65 miljoen in het schip. En ik vraag, hoe kan dat nou? Naar mijn bescheiden mening was het een conceptcontract. Het was toch geen definitief contract? Maar dat is toch ook rechtsgeldig? Nou, bij het conceptcontract ben je de grote lijnen eens met de onderwerpen en de voorbeelden die daar gegeven worden. En daarna komt er een definitief contract. Moet ik het dan zo opvatten dat uw idee was van nou, ik zit daar niet aan vast. Dus als die Raad van Commissarissen nee zegt, dan hoef ik ook die 10% niet te betalen. Ja. En dan gaat het hele verhaal niet door. Dat is uw uitleg van dit contract. Okay. Vraag eens een beetje. Want u zegt, ja, het is allemaal achteraf, is het uitgebreid besproken. Maar ik zou denken, het is toch wel heel dicht bij die 50 miljoen. En het is toch wel een heel ingrijpend project. Hè? Want er zijn ook echt goede dingen van u zegt, van ja, we zijn echt met die Bijlmer, die wilden we echt mooi maken. Juist dan, zou ik zeggen, bespreek het dan van tevoren met die Raad van Commissarissen. Reageert u daar nou eens op? Ja, ik moet zo zien. Er is natuurlijk met de Raad van Commissarissen ontzettend veel gesproken over de Bijlmer. Ja, over de Bijlmer, maar over dit echt over Franckema-Heerdt. Over Franckema-Heerdt is er ook gesproken en ook over andere projecten. Ook bijvoorbeeld over Kraaiennest. Er waren natuurlijk, en er zijn nog ook complexen uit de Bijlmer overgenomen van collega-corporaties die dus aan de verbetering dus niets meer deden. En het Centraal Fonds ons erop attendeerde, als er zoveel geld in de nieuwbouw van complexen gaat of in de vernieuwbouw en de andere complexen worden niet aangepakt, dan lopen we weer het risico dat we weer terugvallen naar het oude. De Bijlmer was een project die ontzettend veel aandacht vroeg van de Raad van Commissarissen. Er werden ook aparte vergaderingen voor gepland. Die liepen niet separaat met de Rotzeilvergaderingen. Nieuw Amsterdam, zoals de Bijlmer en vroeger heette bij ons, waren aparte vergaderingen, waren niet geïncorporeerd voor de fusie. Wel na de fusie, maar de fusie is dacht ik pas in 2007 tot stand gekomen. Van de Bijlmer dacht ik, of 2006, dat weet ik niet meer precies. Maar voor die datum, toen de Bijlmer zelfstandig was, waren het ook op zichzelf staande vergaderingen. Met de mensen erbij die alles over de Bijlmer konden vertellen. Waar ook vaak adviezen werden ingewonnen. Van gastsprekers door de Raad van Commissarissen, Zweden van Mijnbergen of meneer Vermeent, hoe kijkt u naar de Bijlmer? Hoe groot is het risico wat we dan lopen? Want er ging natuurlijk ontzettend veel geld in van de gemeenschap, in dit geval van de centrale overheid. Er ging dus geen geld in van Rotsdeel of patrimonium. Dus de Bijlmer heeft, dat is over alle projecten is daar gesproken. Over alle projecten. Goed. Ik wil toch nog even terug naar de procedure. Want u had dat conceptkoopcontract getekend. En vervolgens moest u toch wel nog even toestemming hebben van de Raad van Commissarissen. U heeft toen ook een notitie geschreven, die hebben wij, kunnen we u ook laten zien.
En daarin schetst u een beeld naar die Raad van Commissarissen. Nou ja, dat die borging op een haar nageveeld was. Hè, dat dat wel allemaal goed zou komen. Maar uit ons onderzoek bleek dat Rochdale in die tijd er eigenlijk niet zo goed op stond bij het Waarborgfonds en bij het Centraal Fonds. En dat Rochdale onder verscherpte aandacht stond. En dat betekent eigenlijk dat die borging niet vanzelfsprekend was. En mijn vraag aan u is eigenlijk, heeft u wel die Raad van Commissarissen eerlijk en transparant voorgelicht? Als u zegt, u stond onder verscherpt toezicht bij het WSW, wat u schetst nu, ja? Is met de verslagen onbekend. Verslagen onbekend. Okay. Want je kreeg ieder jaar een frontbrief. En als je de A-status had, dan was je solwabel. En die A-status is 25 jaar lang vergeven. Bij B en C, D-corporaties, heb je andere procedures. Maar niet bij de A-status. En er is ons nooit doorgegeven van meneer, u loopt tegen uw kredietlijn aan, of los wat u daar nog mee wil zeggen. Dat is ons nog nooit aangegeven. En waar kwam bij u dan het optimisme vandaan, of niet dan, dat is niet de goede benaming, maar waar kwam bij u het optimisme vandaan dat WSW wel akkoord zou gaan? Zo zien, er is in de Bijlmer ongeveer 600 miljoen, denk ik, geïnvesteerd. En ook dit was weer een kantoorgebouw wat de Stadsdeel Zuidoost, want daar heb je de medewerking voor nodig, wilde dat deze kantoren uit de markt werden gehaald. De leegstand uit de markt werd gehaald. Ja. Dit kantoor was toen niet leeg, dat ging pas over 3 jaar uit de markt. Dus we hadden 3 jaar lang hadden we voldoende cashflow om alle annuïteiten te betalen, want er kwam een redelijke hoge huurinkomsten uit. En men had er alle belang bij dat die Bijlmer niet zou terugvallen naar al het geld wat er was in geïnvesteerd. En ook iedereen in de projectengroep Bijlmervernieuwing, deze best, dat in de Bijlmer de mogelijkheden werden gezocht van de financieringen. En ook de goedkeuringen werden gegeven. Want wij kunnen geen kantoorgebouw aankopen als we geen toestemming krijgen van de gemeente dat we mogen verkleuren. Nee. Want dan financiert het WSW helemaal niet. Het WSW financiert überhaupt geen kantoorpanden, tenzij het je eigen kantoor is. Nee, maar het idee was om daar huurwoningen van te maken. Alleen maar huurwoningen, ja, met winkels eronder. Ja. Want anders had Rochdale er ook niet in gestapt, maar ook de kei niet. Nee. We maken even een zijstapje, want we hebben net al over het rapport Dubois gehad en over het forensisch onderzoek van Deloitte. Er is ook nog een ander rapport uitgebracht, dat heet het rapport Vlug. En dat onderzoekt de interactie, zeg maar, tussen de Raad van Commissarissen en het bestuur. En over deze aankoop, Franke Maheert zegt Vlug, de Raad van Commissarissen moest binnen 1 dag instemmen met die aankoop van Franke Maheert. Kunt u dat eens uitleggen hoe dat nou gegaan is? Nou, volgens mij is het niet binnen 1 dag geweest. Het is wel, dacht ik, binnen 1 week is er een extra vergadering belegd. Want de vergadering was net geweest. Ik heb er met de voorzitter over gesproken. De vergadering is wel geweest, maar toen hadden ze al ingestemd. Want nee, er was al een Raad van Commissarisvergadering geweest waar Franke Maheer niet op de agenda stond. Nee. Dus de situatie was op dat moment nog niet bekend. Nee, dus ik wil echt focussen op dat Franke Maheert. Wat wist de Raad van Commissarissen nou? En waar moesten ze nou ja en nee tegen zeggen? En binnen hoeveel tijd? Ik denk binnen een anderhalve week. Ah. Er is ook geen belronde gebeurd. Er is gewoon een extra vergadering belegd, een hele avond, met 1 agendapunt. Dat was Franke Maheer. Er is eerst nog gesteld, kunnen we het afdoen met een belronde? Nou, daar heeft de voorzitter van gezegd, nee, het kan geen belronde zijn, gezien de hoogte van de investeringen. Mm-hmm. En er is toen met spoed, er is toen een extra vergadering belegd. En is toen met name gekeken welke leden van de commissarissen kunnen allemaal. Van Kalenburg stelde het op prijs dat ze allemaal aanwezig waren. En er is toen een nieuwe datum gepland. En u bent er zelf bij geweest? Ik ben er zelf bij geweest. Ja, want het verbaast mij, want wat wij tot nu toe hebben gevonden is dat u een e-mail heeft gestuurd en zegt er moet snel gehandeld worden en ja of nee. En dat Van Kuilenburg daarna een soort belrondje heeft gemaakt met die commissarissen om te zeggen, ja, belang is erg groot en we moeten. Nee, het is niet met een belronde gebeurd. Niet? 100%. Oké. En die vergadering is op een moment geweest dat het allemaal nog teruggedraaid had kunnen worden, volgens u? Volgens mij wel, ja. Want ik denk dat de vergadering, ik denk binnen 1 week of 10 dagen heeft plaatsgevonden. Want niet iedereen kon op dat moment. En er is ook niet voor een belronde gekozen. Oké. Dus de raad was volledig voltallig aanwezig. En dat is ook volledig genotuleerd. En door gegaan. Ja, en door de financiële directeur. Die heeft waarschijnlijk het verhaal erbij meegegeven. Het verhaal gemaakt. Ook een unanieme beslissing? Stond iedereen erachter? Ik ga nu niet uit mijn geheugen praten, maar van deze vergadering weet ik het zeker. Unaniem.
Stel nou dat ze nee hadden gezegd. Wat waren dan de gevolgen geweest voor Wordshill? Nou ja, ik denk dat we dan met de partijen hadden gesproken. Daar had waarschijnlijk de kei weer om de tafel gezeten. Om dan het risico te delen? Dat denk ik. Okay. En die 4,65 miljoen daarvan zegt u van nou, dat klopt niet. Dat is, nou ja, het bedrag zal wel kloppen wat u hebt uitgerekend. Want het is 10% van de investeringswaarde. Ja. Nee, maar het risico, dat heb ik niet zo ingeschat. Dat is niet doorgedacht dat Rochdale ineens voor 4,6 miljoen euro aan schade zou leiden. Oké. Okay. Heeft Rochdale een eigen jurist? Of, Wij gebruiken heel veel juristen, ook eigen juristen. Ja, oké. Okay. En die kijken dan mee? Nou ja, je moet zo zien, de contracten gaat altijd via twee bureaus. Dat is het interne bureau, het externe bureau. Een van de bureaus die ons er altijd bij hielp was Epen van der Laanse bureau. En, natuurlijk de verkopende partij had ook een advocaat erop zitten. Okay. En dat voorbehoud, dat weet u niet meer of dat er in dat concept contract stond? Nee. Nou ja, uiteindelijk, het kostte 46,5 miljoen euro. Waar komt dat bedrag nou vandaan? Want u zei ja, eigenlijk was het veel goedkoper, maar het is toch 46,5 miljoen geworden. Waar het bedrag vandaan gekomen is? Ja. Er zal de afdeling Treasury mee aan de slag zijn geslagen bij Rochdale. En dat geld zal via het WSW... Ik bedoel eigenlijk meer, hoe is die koopprijs tot stand gekomen? De lage taxaties aan de grondslag, de lage berekening aan de grondslag. Ja, want er was al een eerdere taxatie gedaan door de KEI. Er lag het bedrag op hetzelfde hoogteniveau, althans ik geloof ook 46 miljoen. Er zijn berekeningen gemaakt, er is naar de berekening gekeken, wat kunnen we erop terugbouwen? En er zouden, dacht ik, 900 woningen op teruggebouwd worden. En er is ook een rendementsberekening uit naar voren gekomen. Wat het hele complex, zeg maar, de corporatie beter zou maken. Los dan even dat er een leeg kantoorpand uit de markt gaan zou worden. Ja, daar moest natuurlijk in geïnvesteerd worden. Ja, en ik dacht dat het project rendementsmatig, ik dacht iets van 30 miljoen zou opleveren. Waar ik me nog van die berekeningen kan herinneren. Maar het ging dan om 900 woningen. U zit er 1 miljoen naast. Oh, dus, nou ja. Dus het gaat goed. Weet u nog wie die taxatie heeft gedaan? Nee. Nee? Zadelhof. En die hebben gezegd, dat ging eigenlijk via Delta Fort. Delta Fort, ja. Ja, heeft u net al genoemd. En die hebben een soort eerste indicatief bod. Zeiden ze van, 31 miljoen. Dat was het idee. En dat heeft u toen ook een bod gedaan. Dat is niet geaccepteerd. Maar uiteindelijk wordt het meer. 46,5 miljoen. En dat is eigenlijk 15 miljoen meer dan dat door uw eigen taxateur is opgeschreven. Nou, er zal toch ook een taxatie hebben gelegen van om de 46 miljoen. Want waarom zouden wij 15 miljoen boven de taxatie betalen? Ja, dat kan de markt zijn. Ik heb het antwoord niet. U moet eigenlijk het antwoord geven, want u bent bij die onderhandeling. Wij hebben de eerste spullen allemaal van de KEI gekregen. Daar lag een bieding, zeg ik uit mijn hoofd, van 47 miljoen rond. Het is ongeveer hetzelfde getal wat Rochdale ervoor betaald heeft. Ja. Daar lag ook hetzelfde plaatje onder. We gaan het samen doen, in partnership, 50-50. En er lag ook de calculatieberekening onder, wat kennelijk dat het uiteindelijk 31 miljoen resultaat moet gaan opleveren. En een leeg kantoorpand uit de markt wordt weggehaald met toestemming en voorbehoud van de gemeente Zuidoost. En als de taxatie zo enorm verschil is, ik vind dat een enorm verschil, dan moet er toch wat langer bij stilgestaan worden. Ik bedoel, ik heb het niet over een miljoen of 2 miljoen verschil, want dan kan je nog een discussie hebben over een parameters, waar reken je wel mee en waar reken je niet mee. Ja, kijk, het zal allemaal wel, maar ik probeer in uw huid te kruipen. Hè. En u zegt, nou, ik wil graag dat Frank mijn heert kopen. En dan zegt u tegen Zadelhof, ga er eens kijken. Ik zeg dat niet, hoor. Nee, maar goed, dat zegt Rochdale, hè. Ja. Maar laten we even, zo gaat het ongeveer. En dan zegt Rochdale tegen Zadelhof, nou, wat moet het kosten? En zegt Zadelhof, 31 miljoen. Nou, dan doet u een bod, zeggen ze, nou, dat doen we niet. En dan kort daarna wordt er 46,5 miljoen betaald. Ja, maar er zal toch ook een taxatierapport liggen? Wat om erbij het bod. Ja, dat ik weet het niet. Er moet een taxatierapport liggen wat om erbij dat bod ligt. Want de KEI had hetzelfde probleem dan. Woningbouwvereniging de KEI. Er moet een taxatierapport. Misschien is je niet exact 46 miljoen of 45 miljoen. Maar niet dat enorme verschil wat u nu net schetst. Ja, want dat is natuurlijk raar. Want het is eerst een indicatie. Dus daar kan natuurlijk verschil in zitten. Dat snap ik wel.
Maar zo'n groot bedrag, eigenlijk meer dan 50%. Ja, dat is. Daar moet een taxatierapport bij liggen wat om en nabij het bedrag vertegenwoordigt. En volgens mij lag er ook een taxatierapport van bij de, om en nabij de 44 miljoen. Dat ik me er nog van kan herinneren. Had u een persoonlijk belang bij deze transactie? Geen enkel. Een feitelijke vraag. Was er een meerjarige investeringsplan bij Rochdale? Ja, ik zeg dat die er had moeten zijn. Ik ben uiteindelijk verantwoordelijk voor de hele organisatie, maar het kan in mijn beleving niet zo zijn dat Rochdale geen investeringsplan had, geen meerjarenprognose had. Want dat waren de eisen van het Centraal Fonds, maar ook van het Borgingsinstituut. Wat zijn de komende verplichtingen, wat de komende 5 of 10 jaar op de corporaties afkomt? Ja. En volgens mij moet het meegestuurd worden naar de Inspectie Noord-Holland en het Centraal Fonds. Want hoe kan je anders een corporatie beoordelen of die A, B of C-status heeft? Want dan beoordeel je hem op een jaar en je weet dus niet in de toekomst wat er allemaal op ze afkomt. Dus in mijn beleving is het onmogelijk dat Rochdale dat niet had, of patrimonium. Daarmee zegt u dus dat Rochdale een meerjarig investeringsplan had. Zou moeten hebben, en anders had er een aanwijzing over moeten komen. Zou moeten hebben. U was daar corporatiedirecteur? Voor mij moet hij er altijd geweest zijn. Want dus u zegt hij was er. Er moet een meerjarenprognose zijn van de stichting. Mijn tweede vraag is, heeft uw medebestuurder erop aangedrongen dat er een meerjarige investeringsplan moet komen? Niet dat ik weet. Niet dat u weet. U kunt het zich niet herinneren dat hij u dat... Nee, want waarom zou hij moeten attenderen dat er een meerjarenprognose moet komen als hij er al normaliter zou moeten zijn? Ja, maar daarom heb ik ook deze twee vragen aan u. Ja, hij zou er moeten zijn. Want hoe kan de overheid de organisatie beoordelen met 45.000 woningen? Toch niet alleen maar op een jaarverslag zonder een meerjarenprognose. We moesten de komende 5 jaar altijd in beeld brengen. Wat gaat u aan leefbaarheid uitgeven? Hoeveel nieuwbouw gaat u plegen? Hoeveel nieuwe woningen gaat u opleveren? Ik zou u toch willen vragen om antwoord te geven op mijn vraag. Heeft uw medebestuurder bij u aangedrongen Nooit. Dat er een meerjarig investeringsplan moet komen? Nee. U zegt nee. Staat me niks van bij. U staat niets van bij. U kunt het zich dus niet herinneren. Of u zegt volmondig nee. Dan zeg ik nee. Dan zegt u nee. Oké. Dank u wel. Dank mevrouw Hashi. Meneer Middelkamp, we zijn een eind op weg met dit openbaar verhoor. Maar er zijn nog wel wat vragen aan u. Maar we zijn allemaal mensen en af en toe komt er een sanitaire stop. Ik schors deze vergadering voor grosso modo 10 minuten. Dus ongeveer 10:55 zullen we weer beginnen. Ja? Mevrouw de Bode zal u even begeleiden.
Ik verzoek de griffier de getuigen weer binnen te leiden. Ik heropen de vergadering. Welkom weer, meneer Mullenkamp. Wij gaan door met het openbaar verhoor onder ede. En het woord is aan mevrouw Hashi. Meneer Mullenkamp, we hebben 3 onderwerpen met u besproken. Waarin ook de relatie tussen u en de Raad van Commissarissen aan de orde is geweest. We hebben nog een aantal vragen als het gaat om de Raad van Commissarissen en de relatie met u als bestuurder. Hoe zou u zelf die relatie omschrijven? Hoe zou u zelf de relatie met uw Raad van Commissarissen beschrijven? Op afstand. Er was geen relatie met de Raad van Commissarissen. Er waren geen persoonlijke contacten. En we spraken elkaar op de vergaderingen en vooraf op de vergaderingen. En tussentijds, als het nodig was, met bijpraten. En zou u nog een andere omschrijving aan het contact wat u had met de Raad van Commissaris willen geven? Was dat doorgaans goed, zakelijk? Of? Ja, ik vond de Raad, in tegenstelling tot kennelijk het rapport van Commissie Vlucht, ik vond de Raad van Commissarissen te zakenkundig. Zat er een hoog niveau in. En wist waar het met het over had. Jarenlange ervaring. En op afstand. Op afstand in die zin, er was geen band tussen de bestuurder en de voorzitter of vice versa. Maar ook niet door andere leden van de Raad van Commissarissen. U haalde net zelf het rapport Vlug aan. Het rapport met een veelzeggende titel, Ongezond Vertrouwen. Wat vond u van het rapport? Ik heb het rapport niet gelezen. U heeft het rapport niet gelezen? Nee, ik heb het rapport niet gelezen. Waarom niet? Omdat ik vernomen heb in het rapport dat de commissarissen er unaniem afstand van hebben genomen. Van de inhoud van het rapport. En ik heb de commissarissen een groot aantal, bijna 25 jaar lang meegemaakt. En meegemaakt in de werkwijze, hoe ze met me omgingen, hoe ze met de organisatie omgingen, hoe ze erbij betrokken waren. Dat ik dat beeld niet wilde veranderen. Maar het rapport dat is tot stand gekomen door gesprekken, onderzoek met die leden van de Raad van Commissarissen. En u zegt ze waren unaniem dat ze. Hebben ze afstand genomen van de inhoud van het rapport? Okay. Maar voor u was dat een reden om het niet te gaan lezen? Ja. Ten meer ook dat ik de leden van de Raad van Commissarissen al heel lang kende. Wist hoe ze in de Raad opereerden, hoe ze ermee omgingen, hoe serieus zij hun taak namen. Zowel naar ondergetekenden, maar ook naar de OR toe, ook naar de organisatie toe, ook naar de bewonerscommissies toe. Dat ik dat beeld bij me wil blijven houden. Dus ondanks dat het een rapport is wat gaat over uw functioneren, uw relatie met de Raad van Commissarissen. De Tweede Kamer die er uitvoerig over gesproken heeft, naar gekeken heeft. Was er voor u geen aanleiding om dat rapport in te zien? Nee. Ik heb het ook nooit gekregen hoor, laat ik dat ook even vertellen. Ik had het natuurlijk wel op kunnen vragen via internet. Maar dat heeft u niet gedaan? Nee, maar het rapport is me ook nog nooit toegestuurd geworden. Dus u weet ook helemaal niets van de inhoud van het rapport? Totaal niets. En de titel Ongezond Vertrouwen? Nou ja, u noemt nu de titel, dus nu weet ik dat ook. Dat wist u niet? Nee. En wat vindt u ervan als ik die titel van het rapport Ongezond Vertrouwen opnoem? Ja, nou ja, het zijn de samenstellers die het zo genoemd hebben. Ik vond mijn raad, vond ik echt een kwalitatief goede raad van commissarissen. Ook als ik raden van commissarissen van collega-corporaties zag, dan. En niet of het nou om makkelijke besluiten gaat of niet, maar ik vond dat men inhoudelijk goed met de organisatie bezig was. En niet alleen met de organisatie. Er werd regelmatig gesproken met de huurders.
buiten mij om door de Raad van Commissarissen. Er werd regelmatig met de OR gesproken door de Raad van Commissarissen. Hoe mijn positie in de organisatie is, hoe mijn positie met de huurders is. Ik vond dat ze hun taak, in mijn belevenis, erg goed oppakten. De titel bestaat natuurlijk uit twee woorden, ongezond vertrouwen. Als het gaat om het vertrouwen, dan komt het ook in het onderzoek naar voren dat de Raad van Commissarissen groot vertrouwen in u had als bestuursvoorzitter. En dat Rochdale een solide organisatie was en volkshuisvestelijk prestaties leverde. Dus het woord vertrouwen, wat u net ook schetst eigenlijk in uw antwoord, dat komt ook wel uit het rapport. Het gaat natuurlijk ook met name om het woordje daarvoor, ongezond. Ja, maar ik denk dat ook vertrouwen. Ongezond vertrouwen was bij de Raad van Commissarissen. Want als ieder jaar de jaarverslag werd besproken met de externe accountants, dan was de bestuurder daar niet bij aanwezig. Het werd buiten de bestuurder om werd het besproken. En een uur later of twee uur later mocht de bestuurder binnenkomen en dan ging men met het jaarverslag verder. Er waren dus ook vergaderingen met de Raad van Commissarissen, ieder jaar buiten het volledige bestuurscollege om. Hoe lang was de voorzitter van de Raad van Commissarissen lid van de Raad? Nou, ik heb er bijna 25 jaar lang mogen werken. En ik denk dat de voorzitter er 28 jaar, 29 jaar, 30 jaar. 28 jaar. En ik denk de vicevoorzitter ook, zij het dan bij verschillende corporaties. Maar dat gold ook voor de andere leden van de Raad van Commissarissen. Vicevoorzitter ook, 28 jaar. Ja, maar die heeft wat korter bij Patrimonium gezeten, want die kwam bij Rochdale pas binnen. Maar die was bij de vorige corporatie ook al heel lang in functie. Ja. En had u die lange zittingsduur van die leden van de Raad van Commissarissen ooit als een probleem gezien? Nee, ik niet. Nee, u ziet daar ook geen nadelige kanten aan? Het had voor mij ook een hogere mutatiegraad mogen hebben, maar ik ging daar niet over. Dat zou ook de zittingsperiode kunnen limiteren tot twee zittingsperiodes. Dat was in uw ogen beter geweest? Nou ja, dat geldt denk ik ook voor de bestuurder. En waarom zou dat beter zijn geweest? Nou, ik denk dat je dan toch rouleert. Je loopt het gevaar dat je verbroedert met je raad van commissarissen of met het bestuur. Nou, lag de situatie bij mij totaal niet zo. Maar meneer Van Kalen ondertekende, wij zagen alleen maar op kantoor. We belden elkaar niet als we verjaardag waren. We zagen elkaar dus nooit. Mm-hmm. En ook de andere leden van de Raad van Commissarissen niet. Nee. Er was altijd goed afstand. En dat stelde de heer Van Kalenburg ook op prijs. En ik stelde het zelf ook op prijs. Ja. U zegt, er zit dus een nadelige kant aan als een Raad van Commissarissen er lang als zit. Als je een goede band met een commissaris zou hebben, dan heeft het een nadelige band. Maar ik had dat was in uw geval was daar geen sprake van. Maar ik had met mijn commissaris geen ik had er wel een goede band mee, maar geen ja, ik had er gewoon een zakelijke band mee. Ja, dus in uw geval leefde het geen probleem op dat de Raad van Commissarissen er zo lang zit. God overigens ook voor de andere leden van de Raad van Commissarissen, want die zaten er natuurlijk ook heel lang. Maar bij een andere corporatie zou het wellicht wel een probleem kunnen opleveren, maar nou ja, in ieder geval was dat niet het probleem. Ik denk dat het probleem in heel corporatieland is, de lange zittingsperiode. Ik weet niet of het nu nog is. Maar het is een probleem. Maar bij de gefuseerde partner Rochdale Auto, als ik hem zo mag noemen, zaten de leden van de Raad van Commissarissen er natuurlijk ook al heel erg lang. Erg lang in, meer dan denk ik 3 of 4 zittingsperiodes. Dat leverde wel eens problemen op. Ja. Maar in het geval van Rochdale leverde het geen problemen op. Het heeft bij mij nooit een probleem opgeleverd, nee. Ik weet waarschijnlijk bij de anderen ook niet, want die zijn er ook allemaal blijven zitten. En waarom bij Rochdale geen problemen, bij andere corporaties wel? Nou, ik zeg niet, u vraagt net aan mij, wat zou wenselijker zijn of niet? Nou, dan kan je je bij 2 dingen voorstellen. Misschien moet de Raad van Commissarissen gelimiteerd worden in zittingsperiodes. Misschien moet de accountant gelimiteerd worden in zittingsperiodes. Hè? Want de accountant zat er natuurlijk ook al 25 jaar. Hè? En de bestuurder. Ik heb daar natuurlijk ook 25 jaar lang gewerkt. Maar je zegt, het zou beter zijn geweest als er een limiteringsperiode aan vast had gezeten. Dat is niet het geval geweest, maar het is nooit een probleem geweest. Het is nooit een probleem, maar achteraf zou je zeggen, is het misschien handiger dat toch de verblijftijd van een corporatiebestuurder of commissaris of een accountant een veel kortere doorlooptijd moet hebben en niet langer dan 10 of 12 jaar. Besprak u de agenda met de voorzitter van de Raad van Commissarissen vooraf aan de vergadering? Ja. En dat was dus ook gebruikelijk? Ja. En waarom deed u dat? Nou, er werd in overleg met de ambtelijke secretaris en de voorzitter en ondergetekende werd er gezegd wat er op de agenda gezet moest worden. En er kwamen punten van de commissaris af, er kwamen punten van de ambtelijke commissaris af, er kwamen punten van de ondergetekende af, van bijvoorbeeld de bewonersraad of van de OR. En die werden op de agenda gezet en dan werd ook een beetje gekeken van
Hoeveel punten staan erop? Moeten we een extra vergadering hebben? Moeten er beleidsdagen belegd worden, wat ook vaak gedaan is? Ja. En terugkijkend, is er nog iets wat u wilt toevoegen aan het functioneren van de Raad van Commissarissen in uw ogen? Ik vond het functioneren van mijn Raad van Commissarissen, vond ik in mijn beeldvorming goed. In uw beeldvorming? Ja, in mijn u bent zich bewust dat er nog andere beeldvormingen zijn? Nee, maar ik bedoel, ik kom natuurlijk uit een tijd dat er in de Raad van Commissarissen, en dan praat ik over de corporaties buiten Amsterdam, nog veel huurders in zaten. En binnen de Raad van Commissarissen van Rotsel zat op een moment helemaal geen huurder meer in. Het waren allemaal professionals. En er heeft ook nog vroeger iemand in de Raad van Commissarissen gezeten namens de Raad van Kerk of namens de vakbond. Nou, dat is er in de jaren allemaal uitgegaan. De bewoners zijn op een ander platform teruggekomen. En dat maakte de vergadering op een wat zakelijke manier maakte dat de vergadering. Er werd dus niet meer over complex of over woningen gesproken met een huurder erin. Wat vond u van de wijze waarop de Raad van Commissarissen u naar huis heeft gestuurd? Daar heb ik heel veel moeite mee gehad. Waarom? Omdat ik vond dat ze eerst toch mijn standpunt hadden moeten horen. En ik vind het ook bijzonder jammer dat de Raad van Commissarissen ook unaniem is afgetreden. Laten we nog heel even bij het punt blijven van dat ze u naar huis hebben gestuurd. Ja. Kunt u dat nog verder toelichten? Nee, maar ik heb me daarin vergist. Ik had gedacht meer steun van mijn commissarissen te genieten. Maar dat is u dus niet gebeurd. Verbaasd dat u naar huis werd de manier waarop en de weg wel langs, ja. En de manier waarop, kunt u dat toelichten? Nou, je moet zo zien, er is natuurlijk nog een laatste vergadering geweest waarin er afspraken zijn gemaakt met de Raad van Commissarissen en ondergetekend, een officiële commissarisvergadering. En voordat ik het verslag krijg, zijn alle leden van de Raad van Commissarissen afgetreden. En dan krijg je 4 maanden later een verslag waar niemand meer aanwezig bij is. En ook niks meer van herkenbaar is. En dat vind ik wel erg triest als je met een raad hebt samengewerkt bijna 25 jaar lang. Hecht dat dan netjes af. In het rapport Vlug wordt er ook een schets van u gemaakt. Er staat een krachtige, flamboyante en dominante persoonlijkheid met een uitstekende reputatie. Herkent u zich in dit beeld? Nee, ik niet. Totaal niet? Nee hoor, ik vind mezelf helemaal niet flamboyant. Ook geen uitstekende nee, hoor, reputatie? Ik denk dat iedereen zijn best doet en dat deed ik ook in corporatieland. Dus flamboyant, dominante persoonlijkheid, herkent u zich totaal niet in? Ik was natuurlijk wel de bestuursvoorzitter. Ja, uiteraard. Maar ik vond dat ik zelf ook een krachtig directieteam had. Maar uw persoonlijkheid, die schets, die woorden, flamboyant, dominant, daar herken ik mij niet in. Nee. Kijk naar mijn collega. Nou, dan blijf ik nog even bij het rapport van Vlug. U zegt, ik heb het niet gelezen. Nee. Een van de conclusies is, daar wil ik u toch mee confronteren, is dat Wordzo een van de grootste corporaties van Nederland, misschien de grootste, maar een van de grootste, niet beschikte over een toetsingskader. En we hebben het er net al even over gehad bij Franke Maheert. Dan is het lastig om daar toezicht op te houden. Waar moet je dan naar kijken wat de directeur kan doen en niet kan doen? Waarom was er niet zo'n toetsingskader? Er zijn voor mij 2 soorten toetsingskaders. Het eerste toetsingskader kwam vanuit Edes. Iedere corporatie kreeg via het Centraal Fonds of WSW de parameters toegestuurd. De kosten van je organisatie, kosten van huisvesting, kosten van personeel. Hoeveel personeelsleden heb je per verhuurbare eenheid. Daar kreeg je ieder jaar een ranking in. En bij die ranking werd je ook bij de grotere corporaties geplaatst. En dat toetsingskader, dat werd ieder jaar, kreeg je dat vanuit de overheid. En dan kreeg je ook de vraag, wat doet u ermee? Waarom heeft u veel meer personeel per verhuurbare eenheid? Of waarom is uw huisvesting veel te hoog? Of, nou, noemt u maar op. Dat toetsingskader, dat kwam ieder jaar binnen. Jullie waren lid van Edes? We waren lid van Edes. Vanaf de eerste dag. Maar wat wij meer bedoelen, kijk, Edes is natuurlijk een belangenorganisatie van woningcorporaties. En die helpen, die geven adviezen en die proberen ook een beetje uniformiteit erin te krijgen. Maar wat Rochdale natuurlijk zelf kan doen, is zeggen van ja, wat gaan we in 2013 doen? Wat gaan we in 2014 doen? Ja, maar de discussie hebben we net ook gehad. Ja. Die zaken waren er natuurlijk ook. Er werd natuurlijk bij je meerjarenprognose, bij je jaarcijfers, of op het moment dat je je begroting indiende,
moest je bij je begroting een meerjarenprognose hebben. Dat was in de eerste instantie, dacht ik, 10 jaar. En daar is, dacht ik, de overheid er teruggekomen naar 5 jaar vanwege de nauwkeurigheid. En aan het einde van de lijn werd er gezegd, draaien de corporaties nog verliesgevend of zijn ze winst, maken ze nog winst? Wat is de solvabiliteit? Wat kunnen ze behappen? En dan kreeg je ook vaak in de frontbrief een opmerking, meneer, we vinden dat u onvoldoende presteert of wil u meer presteren of uw nieuwbouwproductie loopt achter. Maar laat ik het dan anders benoemen. Activiteitenplan, was dat daar wel? Dat was daar ook. Dat was er ook. Oké, dus dan is eigenlijk de conclusie dat het rapport Vlug, die zegt er was geen toetsingskader, dat klopt niet. In mijn belevenis klopt het niet. Was er wel een koppeling tussen dat toetsingskader of dat activiteitenplan en de begroting? Ja. Want dat zegt Vlug ook, hè, dat er niet was. Ja, maar de activiteitenplannen, die werden natuurlijk vertaald. Op enig moment kwam het nieuwe begrip in de volkshuisvesting leefbaarheid. Dat was een rekbaar begrip. Ja. Daar kon je alles onder kwijt. En dat moest je vertalen in middelen. Dat moest je vertalen voor je eigen organisatie. Maar daarna moest je het ook vertalen naar de federaties waar je werkzaam was. Want die maakten er een plan voor in de gemeente Amsterdam, wat ze het komende jaar konden verwachten van de corporaties. En er werd er één plan gemaakt namens alle corporaties, waarvan iedereen vermeld stond wat die voor activiteiten ging ondernemen. En dat we elkaar niet in de wielen reden. Het werd ook afgestemd met elkaar. Ook renovaties werden met elkaar afgestemd. Waar het mij om gaat is of de Raad van Commissarissen klip en klaar duidelijk had waar ze aan moesten toetsen. Ja. Er was geen misverstand over. Nou, dan toch nog maar even daarop doorgaan. Er wordt ook geconstateerd dat uw medebestuurder, en u zei ik had een krachtig directieteam, daar zat op het laatst meneer Van Nimwegen in, hè, dat was de tweede bestuurder, dat hij wel heeft geprobeerd een toetsingskader op te stellen. En dan denk ik van ja, waarom moet hij dat proberen als het er al is? Misschien wilde hij hem verfijnen, veranderen, vernieuwen. Herkent u dat, wat ik zeg? Nee. Maar dat er ieder jaar de meerjarenprognoses ter discussie stonden. Hoe nauwkeurig moet die worden? Gaat die op complex niveau? Gaat die op wijkniveau? Gaat die op rayongebiedniveau? Dat stond wel ieder jaar ter discussie. In die zin van, jongens, hoe gaan we het comprimeren? Omdat het behapbaar moest blijven. En dat die ieder jaar werd aangepast, ben ik ongetwijfeld van overtuigd. Omdat er ook ieder jaar nieuwe beleidsvelden van de overheid bij kwamen. Ja. En die werden dan doorvertaald naar de... Die werden dan doorvertaald door de afdelingen en de gemeentes moesten daar dus mee akkoord gaan. Van jongens, wordt er wel of niet een school gebouwd? Of moet de bushalte wel of niet verplaatst worden? Of hoe gaan we daarmee om? Nou, we willen even met u naar de directiekamer, want u deed het samen met Van Nimwegen. Wat was nou de taakverdeling tussen meneer Van Nimwegen en u? Nou, ik heb natuurlijk heel kort samengewerkt met de heer Van Nimwegen. Ja. Maar een klein jaartje, hè? Ja, denk ik een klein jaartje. Ja. Meneer Van Nimwegen, die kende ik wel van vroeger. Wij hebben heel lang met elkaar samengewerkt. Hij was bestuurder van de corporatie Heemskerk en ik was bestuurder van zeg maar, patrimonium of patrimonium Zaanstreek Waterland. Dat is de rechtsvoorganger van Rootsteel. De rechtsvoorganger van patrimonium Amsterdam. Ja. En ik denk dat ik een klein jaartje met hem heb samengewerkt. Ik vond dat ik hem er ontzettend veel vrijheid in gaf. Omdat uiteindelijk was ik de persoon die wegging. Ja. En ik zou ook veel eerder weggegaan zijn als dat het achteraf is gebeurd. En ik zou komen straks over te praten, over die fusie die niet door is gegaan. Ja. En gaf meneer Van Nimwegen u ook alle vrijheid? Ik heb dat niet ervaren dat ik dat niet kreeg. Maar als u dan zegt, hoe was de portefeuilleverdeling? Ja. Ik denk dat de heer Van Nimwegen financiën had, personeelszaken had, marketing had. En dat ik de bewonersraad had. De OR had en de vestigingsdirecteur. Maar het kan zo een wijziging zijn. Hoor. Maar dat, en u deed ook de grote projecten? Dat ging via... Maar goed, maar de grote projecten kwamen ook in het directieteam. Okay. Of in het bestuursteam. En die maar die lopen dan via regiodirecteuren die zijn geïnteresseerd? Jawel, maar dan komen ze toch wel weer terug in de organisatie. En Van Nimwegen hadden we natuurlijk de vrijheid om overal naartoe te gaan. Dus want hij zou natuurlijk de nieuwe voorzitter worden van de nieuwe organisatie. Van Nimwegen? Van de nieuwe voorzitter worden, ja. Okay. Van Nimwegen zou mijn opvolger worden. Omdat het of is aangezocht om mijn opvolger te worden. Ja, ja, want het idee bestaat een beetje dat u zou rustiger aan gaan doen of weggaan. Dan zou Van Nimwegen, die kwam uit Heemskerk over. En Rootsteel zou gaan fuseren met Woongroep Holland. Ja. En dan zou Van den Berg Jets, die zou dan de nieuwe voorzitter worden. Ja, maar eerst toch de eerste vraag. Van Nimwegen is aangetrokken als opvolger van ondergetekende.
Daarnaast is er in het proces een fusiepartner gekomen. Woongroep Holland. Ja. Waar ook een bestuurder zat. Zij het iets jonger dan dat ik was, maar veel ouder als de heer Van Inwegen was. En daar is tussen de Raad van Commissaris en Van Inwegen waarschijnlijk afspraken over gemaakt. En had Van Inwegen daar de kwaliteiten voor om directeur te worden van zijn grote, de directeur? Wij hebben hem ervoor aangetrokken. Want hij is nu weer terug naar een kleine corporatie? Ik zou het niet weten. Ik volg dat niet. Maar hij is er wel op aangetrokken. Ik vond Van Inwegen een uitstekende bestuurder. Hoe was de interactie? Hadden jullie dagelijks contact en deelden jullie ook alles? Kamers zaten naast elkaar. Maar u was veel buiten de deur en nee, hij was dat, veel... Dat is niet zo. Nee? Het is echt niet zo dat ik weken weg ben. Ik bedoel niet dat u op vakantie was nee, van buitenland, nee, maar meer... bedoel ik ook niet zo. Maar ik zat iedere dag had ik ook kantoor. Iedere dag waren er wel vergaderingen. En die regio-directeuren kwamen naar u of u ging daarheen? Om en om deden we dat. Om en om. U zegt, nou ja, het was toch een krachtig directieteam. Een man met kwaliteiten van Den Wegen. Hoe zou u hem willen typeren als in de rol van bestuurder? Ja, maar als u nou over een bevlogen en een flamboyante bestuurder hebt, dan vind ik dat John Van Inwegen. Nou, we zien hem vanmiddag, dus ja, we zullen eens kijken. Ja, ik zag het op de scherm. Ja. Gaf hij tegengas? Was hij een... Met een, alles. Een... Maar zo kende ik hem ook. Want anders had hij natuurlijk nooit door de Raad van Commissarissen aangetrokken geweest. En is er ook geen bestuursvoorzitter uit het midden van Rotsel aangetrokken. John kwam natuurlijk van een kleinere organisatie, of John Van Inwegen. Ja. En de Raad van Commissarissen, en, die bestond uit Van Kalenburg en de vicevoorzitter, die zagen het ook in hem zitten. Geeft u eens een voorbeeld van dat u iets ging doen of iets wilde of iets bespreekbaar ging maken. En dat hij zei, nee, dat doen we niet. Of dat hij echt tegengas gaf. Nou ja, ik kan u geen voorbeeld noemen van we doen het niet. Maar het is niet zo dat er over onderwerpen geen discussie was. Die waren er altijd wel. Waarover dan bijvoorbeeld? Nou, dat konden projecten zijn. Dat kon zijn, jongens, hoe gaan we met het jaarverslag om? Moeten we de solvabiliteit niet omhoog halen? Welke complexen gaan we wel of niet renoveren? Kunnen we het allemaal wel behappen? Want we hadden natuurlijk een grote organisatie met heel veel renovaties. Hè. Er werden 1000 woningen per jaar gebouwd door Rotsdeel. Maar ik denk dat er ook ongeveer tussen de 500 en 700 woningen per jaar in de renovatiestijger stonden. Dat waren natuurlijk gigantische projecten. En daar had John echt zijn, de heer Van Inwegen, sorry, echt zijn inbreng in. Wat is nou zo'n kernkwaliteit? Optimisme en enthousiasme. Nou, in die periode, dat was eigenlijk dan voor Van Inwegen, daar zag je toch wel dat er veel fusies waren in de corporatiewereld. Nou, Rotsdeel was ook wel een geliefde partner om fusiebesprekingen te hebben. Het is niet altijd doorgegaan. Maar uiteindelijk is er dan een plan in 2007 om samen te gaan met de Woongroep Holland. Ja. En daarvan was de directeur Van den Berg Jets. Ja. Wat waren nou de voorwaarden van die Woongroep Holland om samen te gaan met Rotsdeel, want jullie waren de grootste. Nou, ik denk dat het een aantal motieven waren. Ten eerste mochten corporaties ook buiten hun werkgebied gaan bouwen. Ja. Dus Woongroep Holland kreeg in zijn werkgebied er een corporatie bij. In dit geval twee, Eigen Haard en Patrimonium. Ja. Waarschijnlijk ook nog andere. Uiteindelijk is de fusie doorgegaan met Eigen Haard en niet met Patrimonium. Of niet met Rotsdeel. Ik denk dat het ook te maken had dat... Woongroep Holland aan de vooravond stond van moet de bestuurder wel of niet vervangen gaan worden. Op termijn, maar dan iets langere termijn is ondergetekend, maar op een kortere termijn is de heer Van Inwegen gezien de leeftijd. En er werd dan rondom naar elkaar gekeken van kunnen we iets voor elkaar betekenen? Ja, maar dat zijn de motieven. Maar ik vroeg eigenlijk naar de voorwaarden. Dus wat waren zeg maar de eisen? Ja, dat proces dat heeft de heer Van Inwegen helemaal getrokken. Ik was er nog maar zijdelings mee bezig met de fusie. Want op het moment dat een fusie direct plaats zou vinden en er ook getekend werd, was het ook tevens mijn laatste werkdag. Ja, nou, zoals ik het begrepen heb, is Van Inwegen aangetrokken. U zei als beoogd bestuursvoorzitter. De Van Inwegen. Ja, Van Inwegen. Ja, dat is correct. Dan komt Van Inwegen werken bij Rotsdeel. En dan, geloof ik, in zijn eerste week krijgt hij te horen dat die fusie niet doorgaat. Dus ik vraag me af of hij dan... Dat is niet de eerste week gebeurd. Dat is onjuist. Want ik denk dat het fusieproces
van Woongroep Holland. Het heeft denk ik toch wel een 6 tot 7 maanden geduurd. Dat weet ik zeker. Maar u weet niet meer in de tijd wanneer dat... Nou, dat weet u wel wanneer Van Nimwegen is gekomen? Nou ja, dat weten we ook. Dus ja. Dat telt u daar maar uit in de tijd. Dus in de eerste 2 weken is de heer Van Nimwegen direct betrokken geweest bij de fusie. Er zijn ook beleidsweekenden gepland. Waar ja. De heer Van Nimwegen de kar trok. Samen met de heer Jan van den Berg-Jets. Het is lastig voor te stellen. Want Van Nimwegen heeft daar niet zo heel lang gewerkt. Nog misschien een jaar. Maar hij werd al heel snel arbeidsongeschikt. Arbeidsongeschikt? Ja. Van Nimwegen? Ja. Arbeidsongeschikt? Ja, hij is een tijdje uit het werkproces geweest. Niet in mijn tijd. Nee. Niet in mijn tijd. Nee, maar als hij dan op enig moment begint en hij voert al die onderhandelingen, duurt 6-7 maanden. En na 9 maanden wordt hij ziek. Dan denk ik van jou, hoe kan dat dan? Ik heb zijn ziek zijn nooit meegemaakt. Laat ik daarmee maar u bent wel gebleven. Van Nimwegen kwam? Ik heb Van Nimwegen nooit in mijn situatie meegemaakt dat die arbeidsongeschikt thuis was. Okay. Heb ik nooit meegemaakt. Hij heeft wel het fusieproces getrokken van Woongroep Holland. En hij heeft het fusieproces getrokken van de Goede Steden, dacht ik. Ja, nou toch nog maar die Woongroep Holland. Want, hij is dus in mijn zittingsperiode nooit arbeidsongeschikt geweest. Okay. Of langdurig ziek geweest. Of überhaupt ziek geweest. Nee. Even terug naar Van den Berg-Jets. Want dat was zeg maar de directeur van de Woongroep Holland. En die zei, nou prima, ik wil wel met jullie in zee. Maar daar moet er voor mij ook wat aan vastzitten. En wat vroeg hij daarvan? Wat wilde die? Ja, ik kan er een makkelijk antwoord op geven. Ik heb bij die gesprekken niet gezeten. Niet gezeten? Ik heb ze wel uit de tweede hand gehoord, maar ik heb niet bij de gesprekken gezeten. Oké, en heeft u dan uit de tweede hand gehoord dat hij heeft geclaimd dat hij de grote man zou worden van Roosje? Nee, er is op een moment gesproken over 2 functies. Wie levert de voorzitter van de Raad van Commissarissen en wie levert de voorzitter van het bestuur? Daar is over gesproken. Ja. Nou, de heer Van Kaalenburg zou ook weggaan. Dus dat was dus ook een functie vakant. Ja. En de heer Gruppe zou weggaan, de vicevoorzitter. Dus volgens mij lagen er geen claimwaardige claims op posities al. Maar wat zat er voor Van den Berg-Jets dan in de pijplijn? Een bestuursfunctie. Een bestuursfunctie. Maar voor de resterende periode dat hij nog actief werkzaam zou blijven bij de gefuseerde club. En ik zou denk ik zijn 1, 2 jaar, 3 jaar, ik weet het niet. Maar in uw beleving was Van Nimwegen de gedoodverfde bestuursvoorzitter? John is binnengehaald bij de grote club en Woongroep Holland was ook niet zo'n grote organisatie. Nee, maar goed, Van Nimwegen kwam natuurlijk ook van een kleine corporatie. Jawel, maar die kennen wel 7 tot 8 jaar, hè? Ja. En hij kende Rochdale ook, omdat je. En hij kende Rossel ook, ja. En Patrimonium ook. Waarom is het nou niet doorgegaan met die Woongroep Holland? Ik weet niet meer de exacte motieven daarvan. De gesprekken zijn gevoerd. De werkgroepen zijn getrokken door... De werkgroepen tussen de organisaties, die zijn getrokken door de heer Van Nimwegen. En binnen de Raad van Commissarissen was een klein groepje benoemd vanuit de leden van de Raad van Commissarissen, vanuit de ene organisatie en vanuit de andere organisatie. Ik heb bij die gesprekken geen invloed meer gehad. Er is mij ook niet om advies gevraagd. Nee. Te meer ook dat men definitief door wilde gaan, maar er konden geen derde bestuurder nog in beeld zijn. Dus ik moest ook per diezelfde datum, als de fusie een feit was, was dat direct bij laatste werkdag. Maar u heeft niet uit de tweede hand gehoord dat de fusie niet doorging omdat meneer Van den Berg-Jets geen voorzitter werd? Nee. Ik heb wel uit de tweede hand gehoord dat hij graag de bestuursvoorzitter wilde zijn. Maar ik heb nooit de claim gehoord, de fusie is afgeblazen, omdat hij niet de voorzitter werd. Dat verhaal ken ik niet. Okay. Wel dat hij graag ook kandidaat wilde zijn. Oké. Okay. Op wat u net aangeeft, als het gaat om die fusie en dat u... in ieder geval het verhaal niet kent dat de heer Berg-Jets de reden dat hij geen voorzitter werd gebruikte om de fusie af te kappen. Wat vindt u ervan dat belangen van bestuurders over posities, dat die zwaar meewegen bij fusie? Ik vind dat ze helemaal niet mee mogen wegen. U vindt dat ze helemaal niet mee mogen wegen? Maar dat gebeurt wel. Nou, kennelijk in deze situatie gebeurt het, want anders komt er natuurlijk geen fusie tot stand. Dan zouden de eerste bestuurders het met elkaar eens moeten zijn, los van het doel van de fusie op zich.
Dus als de bestuurders het met elkaar niet eens zijn, maar het is volkshuisvestelijk een uitstekende propositie, dan gaat, dus het, gaat de fusie dus niet door. Dat is indirect. Nou, dat lijkt me een slechte zaak. Dat is een slechte zaak. Maar het gebeurde, dat geldt dus ook voor de Raad van Commissarissen. Ja, maar het gebeurde wel in de praktijk. Nou, ik heb niet vernomen dat hij per definitie de functie claimde en als hij de functie niet zou krijgen, dat de fusie daarmee afgeblazen zou worden. Als ik kan me niet voorstellen dat hij daar zo'n sterke stem in zou hebben dat daardoor de fusie niet doorging. Dan is de tweede vraag, waarom is de fusie daar niet doorgegaan? Maar dat zou ik niet weten. Want verslag, we waren met de fusie heel ver op weg. In het verslag van de Raad van Commissarissen staat dat die toenmalige bestuurder van woongroep, de heer Bergjets, een zetel eiste in het nieuwe bestuur. Oh, nou, dat... Dus u kunt het bevestigen. Ja, nou ja, als dat staat. Maar ik heb in ieder geval niet bij de onderhandelingen gezeten. Maar als dat gezegd is, dan is het voor mij de tweede hand dan even. Een ander punt, u gaf net aan bij, hè, ik had eerder voorgehouden de beschrijvingen die in het rapport vlug staan. Krachtige, flamboyante en dominante bestuurder. U zei van nou, dat is eigenlijk eerder van toepassing op mijn collega van Nimwegen dan op mijzelf. Welke drie woorden zou u aan uzelf dichten? Nou, niet flamboyant. Krachtig. Zoals ik het ervaren heb, veel inspraak. Geen harde bestuurder. Geen strenge bestuurder. Dat zou ik mezelf zo meegeven. Okay. Meneer Mullenkamp, Rochdale was een succesvolle corporatie. Onder andere bekend van de vernieuwing van de Bijlmer. Daar heeft mijn collega Oskamp ook al een enige opmerking over gemaakt. En het is ook terug te lezen dat het ministerie in haar oordeelsbrieven hier ook heel erg lovend over was. U gaf dat volgens mij ook in een van de antwoorden aan. Ik lees zelf in een van de brieven van de minister dat de prestaties van Rochdale in 2007 indrukwekkend zijn. En de minister spreekt expliciet waardering uit voor de inspanningen in de krachtwijken. Wat was uw rol bij die succesvolle vernieuwing in de Bijlmer? Nou, geen andere rol als de rol van de gebiedsdirecteur. Zorgen dat projecten tot stand komen, dat de financieringen rondkomen met de overheden, want het ging er met name over de Bijlmervernieuwing, waar toch de middelen moesten komen die niet uit patrimonium vandaan kwamen, maar van Rochdale vandaan komen. En de vele overleggen met het projectengroep Bijlmervernieuwing. Want we zijn natuurlijk in de Bijlmer begonnen om 1000 woningen te slopen en uiteindelijk is het gewoon de helft geworden. Maar alles ging natuurlijk gepaard met geld en kapitaalsvernietiging. U zegt, mijn eigen rol is niet meer geweest dan de gebiedsdirecteur. Bent u daarin niet wat bescheiden? Nee hoor. Nee? Nee. Want u moet zo zien, u zegt net even, Rochdale stond er goed voor. Dat impliceert dat u nu de indruk wekt bij mij dat Rochdale er niet meer goed voor staat. Ja, ik heb het over de tijd dat u daar directeur was. Want volgens mij staat de organisatie er nog steeds hartstikke goed voor. Ja. Althans, als ik de jaarverslagen kan lezen op internet. Maar ja, de hele vernieuwingsoperatie, maar dat geldt voor alle corporaties, dat trek je natuurlijk met je hele organisatie en je omgeving. De stadsraden, de gemeentes, de bewonersraden. En de Bijlmer was natuurlijk in het bijzonder wat anders. Ja. De successen die, en ik heb het over de periode dat u daar directeur bent, laten we daar heel duidelijk over zijn. De successen werden ook gevierd binnen Rochdale. Zoals een jaarlijks een groot personeelsfeest. En ik heb ook de uitzending teruggekeken van KRO Reporter uit 2009. En dan ziet de commissie dat u bij deze personeelsfeesten boven uw personeel aan een ketting door de zaal vliegt. U wordt als een VIP begeleid naar een vliegtuig. En Hans Klok tovert u tevoorschijn in een kapiteinspak. Waarom koos u ervoor om u zich op deze manier te uiten? Nou, ik koos er zelf dus niet voor. Laat ik daar eens even mee beginnen. Als u zegt de successen werden gevierd, dan wil ik dat ook terzijde van me leggen. Mm-hmm. Rochdale heeft vanaf 1975 een personeelsfeest. Voor al het personeel en voor alle commissarissen. Doordat de organisatie te groot werd en het personeelsfeest was altijd 2 dagen. Mm-hmm. Het personeelsfeest gold ook voor andere collega-corporaties in Amsterdam en in Nederland die met 2 vliegtuigen naar Barcelona gingen. Het personeelsfeest was er en het personeel van Rochdale, of in dit geval van Patrimonium Oud, heeft er midden jaren 70 de helft van hun bonus daarop ingeleverd. Men kreeg toen nog een 13e maand. Toen is er 4% voor ingeleverd. En voor mijn tijd is toen het personeelsfeest geïntroduceerd. Mm-hmm. Dat is door de jaren doorgegaan. Doordat de organisatie steeds groter werd, is men van die 2 dagen teruggegaan naar 1 dag. Mm-hmm. Van die 1 dag is men teruggegaan naar een avond. En
van het personeelsfeest is, denk ik, begin jaren 2000 is men gestopt met de Raad van Commissarissen om erbij te gaan zitten. Omdat het uiteindelijk een personeelsfeest was. Maar tot die tijd hebben talloze leden van de Raad van Commissarissen waren aanwezig bij die personeelsfeest. Ik kom zo op de Raad van Commissarissen. U schetst eigenlijk een beeld van, dit gebeurde ook bij andere corporaties. Ja. Zelfs 2 dagen lang personeelsfeest. En dat het ook gereageerd is naar gehad, het is altijd 2 dagen geweest. Wat was uw eigen mening hierover? Over die personeelsfeesten die zo uit... Ik vond het personeelsfeest, hoe het personeel met elkaar omging, het elkaar zien. Patrimonium had natuurlijk het nadeel of het voordeel, Rotsdeel, dat wij in 6 of 7 werkgebieden kantoren hadden. En die mensen spraken elkaar natuurlijk nooit anders dan via de telefoon. En het personeelsfeest was een middel om 1 keer per jaar, dat was dan altijd op de vrijdag en op de zaterdag. Vrijdag werd de dag betaald door de werkgever en de zaterdag was de eigen vrije dag. Werden de mensen bij elkaar gebracht en werden de tafels, schikkingstafels, met elkaar geschikt, dat niet iedereen bij zijn eigen clubje ging zitten. Ja. En ik vond het goed. Ja, ik kan me bedenken bij dat het belangrijk is om dat soort dingen voor je personeel te organiseren. Maar het gaat natuurlijk ook om de manier waarop en welke omvang en wat daarbij komt kijken. En ik heb niet voor niks ook... die uitzending bij Reporter weer naar voren gehaald. Want daarin zie ik u ook prominent naar voren komen. Hoe u zich laat begeleiden. Is overigens maar even van de avond. Hè? Het is dus niet zo dat ik de hele avond geëntertainment wordt. Nee. Het is misschien 5 minuten van de avond om te openen. Ja. En daarna heb ik daar geen enkele rol meer. Overigens, de rol die je krijgt, bepaal ik ook niet zelf. Ik weet ook niet welke rol ik krijg. Dat hoor ik pas... de dag van tevoren. Dus u werd ook verrast. Wordt door de personeelsvereniging wordt het geïnitieerd. Ja, u werd dus ook want verrast wat er op zo'n personeelsfeest gebeurde. Ik had anders echt niet aan zo'n kabel gaan hangen. Nee, dus u werd ook echt verrast. Ik ben echt verrast. Door heel de programmering wat er gebeurde tijdens dat personeelsfeest. Niets van op de hoogte. Dat is daar een commissie die zich daarmee bezighoudt. Heeft de Raad van Commissarissen hier ooit opmerkingen over gehad? Nooit. Want ze waren er zelf altijd bij. Ja. Dus er was nooit een opmerking? Nooit. Heeft u gratis gebruik gemaakt van een villa in Spanje in eigendom van een toenmalige zakenrelatie van Rotsdeel? Gratis niet, wel gebruik gemaakt. Oké. Niet gratis. Dus u betaalde daar wel voor? Een gebruikersvergoeding voor. Gebruikelijke vergoeding? Gebruikersvergoeding. Oh, gebruikersvergoeding. Ja. Oké. Mag ik u vragen hoeveel dat is? 10.000 euro per jaar. Wat vindt u ervan dat in de media, door die Maserati waar we het eerder over gehad hebben, maar ook door de personeelsfeesten, u als een zonnekoning wordt afgeschilderd? Vind ik erg triest. Ja? Ja. U kunt dat totaal niet plaatsen? Ik typeer het echt als een hetze. Kunt u dat toelichten? Nou, ik vind, ze doen daar de organisatie enorm mee tekort, de sector enorm mee tekort. Het lijkt wel of er in de sector alleen maar misstanden zijn. Ik heb daar heel veel moeite mee. De manier waarop het gaat. Dat men dingen aan de kaak stelt, dat zult u mij niks over horen zeggen. Maar de manier waarop het gaat, dat... De manier waarop dat het gaat. Maar u zegt inhoudelijk, waar ze het over hebben, daar ben ik het wel mee eens. Ja, als alles moet aan de kaak gesteld moeten worden, dus daar is niks mis mee. Maar ik vind de manier waarop het gaat, en ook tegen mij als persoon, als mens, ik vind dat vreselijk. Ja. Maar u zegt, ze hadden daar wel grond voor, om in ieder geval dingen aan de kaak te stellen die dus... Ja, maar dan is het nog de manier waarop verantwoordelijkheid u doet. Want als u het bij mij over een personeelsfeest heeft, dan kan ik u zo 20 corporaties in Nederland vertellen die ook allemaal feesten hadden. Dat zal nu waarschijnlijk allemaal ineens stopgezet zijn. Maar feesten van de omvang zoals Rotsdeel zorgt. Zeker van omvang. Zei dat de corporatie er misschien iets kleiner was. Maar ook, het was gebruikelijk. U kunt het vanmiddag nog aan mijn collega-bestuurder vragen. Die ging met zijn voortallige bestuur naar München. Ja. Nog los van de beeldvorming waar we het net over gehad hebben, er lopen er ook wat zwaardere zaken. Waarvoor ook echt strafrechtelijk onderzoek tegen u loopt. En waarvoor u door Rotsdeel aansprakelijk bent gesteld. Klopt het inderdaad dat u jaarlijks een bonus van 3 maandsalarissen heeft ontvangen, zonder toestemming van uw Raad van Commissarissen? Nou, zonder toestemming. Er is mij op enig moment toestemming gegeven in 1993, geloof ik, of 1994. En buiten de bonus die ik kreeg, hadden alle bestuursleden de identieke bonusregeling. Dus ook de heer Van Nimwegen. Ja, dus vanaf 1993 had u toestemming? Ja, al 94, maar heel lang geleden. U weet het niet meer precies? Nee, en ik weet wel dat ik in 1983 ben binnengekomen. Toen ben ik gestart met, dacht ik uit mijn hoofd, 2 maanden bonus. Okay, maar die 3 maanden bonus,
Die zal van is met midden, toestemming van uw raad, ja, van midden 1990 geweest zijn. Heeft u ooit geld of gunsten aangenomen voor eigen voordeel? Nooit. Nooit? Nooit. En waar leeft u op dit moment van? Van vrienden en kennissen. Dus vrienden en kennissen ondersteunen u in uw levensonderhoud? Ja. En familie. Tot slot, in ieder geval vanuit mijn kant, meneer Mullenkamp. Voelt u zich verantwoordelijk voor de situatie waarin u nu zit? Als ik natuurlijk nee zou zeggen, dan komt het merkwaardig over, want ik zit hier wel. Dus ik moet ervoor verantwoordelijk zijn geweest. Als u zegt, heb je het zien aankomen, heb je het zien aanvoelen, is het antwoord nee. Maar u moet daar, u zegt, ik moet daar verantwoordelijk voor zijn geweest. Ja. Dat klinkt niet alsof u... Ik ben ervoor ontslagen. Ja. Dus u vindt uzelf verantwoordelijk voor de situatie waarin u nu zit? Maar ik vind ook dat mezelf eens onrecht is aangedaan. Kunt u dat toelichten, dat laatste? Nee, gewoon, ik vind dat me onrecht is aangedaan door de Raad van Commissarissen. Ook de manier zoals ze met mij om zijn gegaan. Er zijn regelingen getroffen. Ze zijn verslagen niet meer gegaan. Alle commissarissen stappen zelf op. Dat vind ik dus geen ruggengraat. Als je commissaris bent bij een corporatie 25 jaar lang, dan denk ik niet dat je al meteen in hetzelfde weekend op moet stappen als de ondergetekende weggaat. Dat je opstapt, dat heb ik geen moeite mee. Maar het is de manier waarop, het momentum. En voelt u zich zelf verantwoordelijk voor de schade die Rochdale heeft opgelopen? Dat vind ik vreselijk. Maar voelt u zich verantwoordelijk? Ik voel me verantwoordelijk, maar niet alleen Rochdale, maar de hele sector. En de huurders, ik vind dat vreselijk. Want het lijkt wel of er in corporatieland niets meer goed gaat. Hoewel je dat ook van de banken zou kunnen zeggen, maar in dit geval hebben we het over corporaties. Heeft u ergens spijt van? Ik heb van een aantal dingen wel spijt, ja. Kunt u die noemen? Het is onder andere de Maserati. Nog andere dingen waar u spijt van heeft? Alle andere projecten die ik heb gedaan, die zou ik morgen weer zo gedaan hebben. Ik zou de Bijlmervernieuwing weer beter gepakt hebben. Dus u heeft alleen spijt van de Maserati? Daar heb ik echt spijt van. Dat is het enige? Ja. Ik kijk naar de voorzitter of naar collega. Sorry. Nee hoor. De vraag die nog even blijft hangen, hè, over, we gaan er niet flauw over doen, want er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die ook wel... feesten organiseren of een dagje uit voor het personeel, ook voor de teambuilding. Maar op zo'n tweedaags feest, hè, want dat is dan toch wel wat groter. En daarna, nadat Rochdale groter was geworden, die superfeesten waar Hans Klok kwam en andere bekende artiesten. Die kwamen bij die andere feesten ook, hoor. Oh, die kwamen daar ook, ja. Of dat past bij het beeld van een maatschappelijke onderneming die doet in sociale volkshuisvesting? Ja, u moet het in dat tijdsgesternte zien. Wij hadden vroeger... Ik kwam bij Rochdale binnen, toen waren de feesten er al. Waren denk ik al 6 jaar gaande. Het waren altijd feesten met een afsluitsavond met artiesten. Op de dag waren het excursies. En er was de eerste avond was met elkaar gezamenlijk eten. En de tweede avond was de afsluit. Het was altijd met een feest gepaard. Er was ook altijd een commissie voor. Die twee dagen zijn heel snel, ik denk begin jaren 2000, naar een avond gegaan. Omdat het niet meer behapbaar was. Je kon met de mensen die allemaal in dienst waren niet meer naar andere plaatsen gaan. Vroeger gingen wij met bussen. En dan gingen er zoveel bussen achter elkaar heen en weer. Nou, anderen zijn met vliegtuigen weggegaan. Dat heeft Rochdale nooit gedaan. Dus we hebben het altijd op enig moment geconcentreerd in de hoofdstad. Maar gewoon vanwege de omvang. Waren dat ook woningcorporaties die met het personeel naar het buitenland gingen? Ja. U kunt het vanmiddag ook aan de heer Van Inwegen vragen. Die ging volgens mij met zijn college naar München toe. Maar ook corporaties in Amsterdam, hoor, die naar Barcelona gingen 2 dagen. Ja. Ja, een groot deel van onze vragen gingen over het rapport van Vlug. En u heeft gezegd, ik heb dat niet gelezen. Nee. Wat mij opviel in het laatste thema wat wij bespraken, dat u enigszins geïrriteerd raakte door het feit van, vroeger ging het goed met Rochdale en nu niet meer. Dat was de conclusie die u trok. En toen zei u, ja, op jaarverslagen op internet kan je lezen dat het heel goed gaat met Rochdale. Ja. Dat wekt bij mij in ieder geval de indruk dat u Rochdale volgt. En dan vind ik het des te meer frappant dat u zegt, ik heb dat rapport van Vlug niet gelezen. Nou, omdat ik voor mijn eigen gevoelens, misschien zou ik er nu anders over denken, maar ik heb voor mijn eigen gevoelens in eerste instantie partij getrokken voor mijn leden van de Raad van Commissarissen. Ja. Wat ze ook in eerste instantie voor mij hadden moeten doen.
toen ik er in 2008 uitging. En niet twee keer 24 uur later je eigen functie ter discussie stelt. Dat je functie ter discussie stelt, is niks mis mee. Maar ik vind dat het ook wel netjes moet afgehecht worden. Dat neem ik ze bijzonder kwalijk. Nee, ik had u nieuwsgieriger verwacht. Nee, daar heb ik te veel van meegemaakt de afgelopen 7 jaar. Okay, nou. En daar maak ik nog te veel mee iedere dag in een krant. En op de televisie. De laatste vraag is... dat mevrouw Hartje vroeg, heeft u ooit geld of gunsten of steekpenningen aangenomen? Daar zei u volmondig nee. Nou lopen er nooit. Nou lopen er twee gescheiden trajecten. Een strafzaak bij het Openbaar Ministerie, daar hebben wij geen inzage in. Dit is weer een hele andere rechtsgang, zou ik maar zeggen. Maar de verdenking is er wel. Dat u gunsten en steekpenningen heeft aangenomen. Ze zijn me nog nooit aangeboden geweest. En ik heb ze nog nooit gevraagd. Dus het wordt vrijspraak? Voor mij wel. Okay. Dank collega's Hashi en Oskam. Meneer Mullenkamp, we naderen het einde van dit openbaar verhoor. Als voorzitter nog een aantal afrondende punten. De vraag die al is gesteld, maar daar hebben we toch geen antwoord op gehad als commissie. U heeft spijt van de Maserati. Voelde zich ook verantwoordelijk voor alles wat er met Borgelis gebeurt, ook in de publiciteit en onder is bij de huurders. Voelde zich verantwoordelijk daarvoor? Daar voel ik me wel verantwoordelijk voor, want ik ben er nu de veroorzaker van. Meer en meer door de hetze in de media. Mm-hmm. En wat de organisatie daarmee oploopt en mijn oud-collega's daarmee oplopen. Want die werken nu allemaal bij een corporatie die bijna iedere dag op het nieuws staat of iedere dag in de krant staat. En dat ik in de krant moet lezen dat ik met helikopters naar beneden ben gehezen. Dan zeg ik, schrijf er dan ook de werkelijkheid neer. Wat niet het geval is. Dus ik voel me daar wel degelijk verantwoordelijk voor. Want die mensen lopen het iedere dag op. Iedere uur op. In artikel 24 van het besluit beheer sociale huursector. Ja. Dat is een beetje de grondwet voor de woningcorporaties. Daar staat in dat het sober en doelmatig moet. Als ik u nu vraag, heeft u dat allemaal sober gedaan in uw tijd als directievoorzitter van Borgesdil? Als u de feesten buiten beschouwing laat, vind ik dat wel. Maar de feesten was een verworven recht van de personeelsverenigingen, van het personeel. We kwamen er ook niet vanaf. We hebben dat regelmatig geprobeerd en kregen daar bij de OR geen toestemming voor. Helft van het geld werd betaald door het personeel en de andere helft werd betaald door de werkgever. Nog één vraag, meneer Mullenkamp. U bent persoonlijk failliet? Ja. En u woont in een villa in het Spaanse Alterra? Nou, ik woon niet in de villa. Heb dat in de persoonlijke schuldhulpverlening nooit gezien. Normaal moet je dan 3 jaar op een houtje beten. Kun je dat verklaren voor onze commissie? Ik woon ook niet in een villa. Ik woon in een huurhuis. Van een kennis. Dank u wel, meneer Mullenkamp. Ik sluit deze vergadering. Oké, dank u wel.